Nou, leuk dat jullie er zijn allemaal vanavond. Het is geen uitzending met gasten, maar dat had ik al een beetje laten weten natuurlijk bij de intro. Het is, laat maar zeggen, nou ja, Ferry was er, is er als gast. David zou er ook zijn als gast, maar die had ineens wat tussendoor, dus die moest weg. Dus die kan helaas niet erbij blijven. Vanmiddag wel meegeholpen met de andere brainstorm, waarvan het tape nog op tafel zit. We hebben flinke plannen gemaakt voor Obscura en nieuwe dingen in het vooruitzicht. Dus, maar ik was ook gewoon benieuwd hoe jullie de show ervaren. Hè? Nu we er 62 of 63 uitzendingen op hebben zitten. Wat vinden jullie er leuk aan? Wat kan er beter? Een stukje feedback terug van de kijker. En dan kunnen we dat gaan implementeren in het nieuwe deel van het seizoen. Dus laten we daar vanavond lekker mee gaan beginnen. Maar zoals we elke show altijd doen, even een shout-out naar BBP Light. Want die verzorgen natuurlijk dat wij er hier zo netjes bijgelicht bij zitten. True. Voor je tegeltjes. Volgens mij liepen wij gewoon door qua geluid, maar dat geeft niet. Michel, je moet je voorhoofd even poederen, man. Is dat de eerste feedback voor vanavond? Nou, we hebben er al een flinke feedback of een flinke brainstorm sessie op zitten. Dus ik weet het, dit is een beetje gladjes. Ik ga er binnenkort een beetje lekker zon op zetten. Dan wordt het wat bruiner en dan wordt hij misschien ook wat minder glimmerig. Je weet maar nooit. Maar ik weet niet hoe het altijd bij Umberto is, hè, dat soort dingen. Hey, super leuk dat jullie er allemaal bij zijn, jongens. Weer eventjes een spoeduitzendingje tussendoor. Dat is gewoon even een ideetje wat ineens opkwam. En we dachten, we gaan gewoon eens even lekker zitten. En we hebben de tijd vanavond. En we gaan gewoon even met elkaar babbelen over de Obscura live-uitzendingen. Ik ga jullie vragen gewoon lekker beantwoorden. Dus jullie mogen vragen stellen zoveel als je wil. Ferry zit ook mee te kijken. Die zit op de Facebook-chat mee te kijken. Het liefst heb ik de vragen via de chat van YouTube, want daar komen ze het beste binnen. Daar komt ook alles binnen. En Facebook slaat soms mensen wel eens over als ze iets neerzetten. Dus zit je nu op Facebook te kijken, schakel dan over op YouTube eventueel. Daar staan die dingen in. Heb je YouTube niet bij de hand, blijf lekker op Facebook. Stel gewoon je vragen. Ferry zit daarop, ik zit op YouTube. Dus gaan we dat lekker doen. Ik zie dat er al een dingetje, er is een dingetje wat leuk is om te gaan doen, denk ik. Dat zegt QF Images. Beelden van onbekende beeldmakers behandelen door de pro's welke aan tafel zitten. Dat zorgt voor exposure en interactiviteit met de kijkers. Nou, daar ben ik het mee eens, QF Images. Dat vind ik een leuk initiatief. Initiatief wat al een paar keer ook over tafel is gegaan, dus dat is wel leuk. Hoe vaker het komt, hoe meer je het wil gaan toepassen. Dus die gaan we zeker noteren. Dus een soort blind review-achtig idee? Nou ja, zoals hij zegt, is eigenlijk we gaan van een onbekende beeldmaker behandelen. Ja, een beetje blind review. Ja. En door de pro's die dan aan tafel zitten. Nee, dat lijkt me zeker een leuk idee. Eventjes een ja voor degene die zeggen van ik vind het leuk. Dat lijkt me ook leuk om een foto in te sturen en dat die beoordeeld wordt. En een nee voor degene die dat niet leuk vinden. Dan gooien we dat gewoon hieronder in de chat erbij. Dan kan ik jullie, dan zien we jullie antwoorden. Ja, en dan één foto of misschien meerdere foto's. Je zegt van ik wil een soort van portfolio review krijgen. Of je hebt van gewoon één foto en daar de mening over hebben. Nou, dat zou nog kunnen. Of meerdere foto's van meerdere beeldmakers, maar dan niet zien wie het is. Dus je geeft een beoordeling en het is een blind edition. Ja. Een soort van The Voice of Holland. Bewijzen van. Gezelligheid, ontspanning, leerzaam, interessant, etc. Dat is wat ik van Café Obscura vind. Nou, dankjewel Willem-Jan van Haafden. Dat is ook een beetje wat we willen naar buiten brengen, hè, om het maar zo te zeggen. En de ontspanning vooral. Gewoon lekker aan tafel zitten met de mensen, gaan lekker praten en dat komt helemaal goed. Hier zie ik de ideeën voorbij komen. Boudewijn zegt tof. Willem-Jan van Haafden zegt leuk. Vincent Schiphorst, leuk dat je bent, Vincent. Zegt ook jouw leuk idee. Goed idee van Paul. Mini portfolio dan, ongeveer 3 foto's max per de beste 3. Ja, bijvoorbeeld 3 foto's. Nou, leuk. Ja, een trio. Moeten dan al die 3 de foto's van dezelfde zijn? Of zeggen jullie van verschillende beeldmakers? Dus dat we de 3 beste van die week uitkiezen. En dan zeggen we die gaan we beoordelen of daar kijken we naar. Zeg maar.
Maar hier is dan een duidelijke ja. Nou, dan hebben we een topic die we erin kunnen zetten. Hij staat genoteerd. Ik kopieer ook gewoon de chat dadelijk, dus ik kan alles teruglezen van jullie. Dus het gaat helemaal goed komen. Hoe vaak zou je dat willen? Dan gewoon één keer per maand zoiets? Of in iedere uitzending? Of elke vrijdag, ja. Nou, dat zou ook nog kunnen. Met iedere onderdeel wordt? Even kijken hoor, ik ga even de chat openen, want dan weet ik zeker dat het goed gaat, jongens. Ik krijg van Peter Kemp op Facebook, fotograaf live aan het werk, live en minder praten, kort en krachtige uitzending. Ja. Peter had ook al een wat feedback gegeven, laat maar zeggen, via de chat, zeg maar. Dus ja, dat lijkt me ook wel wat. Zeker weten, live aan het werk zien. Maar daar zitten we natuurlijk aan te denken om dat op de dinsdagen te gaan doen. Dus dat we de demo dinsdag gaan introduceren. Waar er dan echt wat demo's worden gegeven van de fotograaf die aan het werk gaat, zeg maar. Of een product wat gereviewd wordt. Of een stuk software. Of noem maar op. Dat er dan echt meer een demo wordt gegeven. Dus dat vrijdag meer in het praatgedeelte blijft. Maar misschien wel wat meer interactiviteit erbij. En dan de vragen beantwoorden van kijkers. En misschien wel de portfolio's beantwoorden. Noem het dan op, dat soort dingen. Maar hier zeggen ze ook elke vrijdag dan en een leuk nieuw item ervan maken. Ja. Nou, ik vind dat wel een goeie, zeg maar. Ik ga eens eventjes de chat alvast kopiëren en dan zet ik hem alvast in een Word documentje. Dan hebben we dat alvast staan, jongens. Dan kunnen we dat erbij gooien. Even kijken hoor. Misschien proberen wat meer landschap natuursfotografen in de uitzending te proberen te krijgen. Ja. Ja. Hebben jullie daar namen voor, bekenden die je zegt van hé, die moeten we daar echt voor in de uitnodiging of in de uitzending uitnodigen. Ik weet dat Bas Milker is iemand die nog wel op de lijst staat om uit te nodigen. Dat is echt een natuurfotograaf ook voor Canon, toch? Als ik het goed heb. Ik ken hem niet. Volgens mij wel. Dus die zou ik zeker kunnen vragen, dus die gaan we zeker ook noteren. Een natuurfotografie. Dat is zeker een goeie. Even kijken hoor. Eén keer per maand, want anders te weinig tijd voor de uitgenodigde gasten. Ja, sowieso de tijd is ook wel een dingetje, jongens. Daar zijn we ook een beetje mee over aan het stoeien. Nu hebben we vaak uitzendingen dat het wel soms max tot de 3 uur gaat, loopt, zeg maar. Hoe ervaren jullie dat qua tijd? Is het te lang? Willen jullie het in andere tijdsduur aangeboden krijgen? Kijk, wij zitten hier lekker te babbelen aan tafel en dat gaat allemaal prima. Alleen, ik kan me voorstellen als je in de lijst kijkt om het een keertje terug te gaan kijken en je ziet die uitzending heeft 3 uur geduurd, dan doe je dat misschien wat minder snel, zeg maar. Dus tijdsgewijs, hoe lang zouden jullie de show maken? Ja, of zouden we misschien liever zien dat je bijvoorbeeld zegt van een uurtje misschien iets van tevoren opgenomen interview en dat we dan daarnaast het live vragen kunnen stellen erover. Ja. Dus dat misschien in het begin iets bondig wordt, iets meer over beeld gaat. En dat je dan na het gedeelte, na de pauze tijd hebt om alle vragen in te sturen die je wil. Kijk, hier hebben we wat namen, zie ik. We krijgen Peter van Veen, Moor Fotografie. Michel Lucas. Even kijken hoor. Ik krijg hier Bas Meelker en Peter Verhoog. Ja, zie je, Bas hadden we er al bij staan. Ja. Peter Verhoog, ja, die kunnen we ook noteren. En dat qua tijd uur max en knallen gedurende het uur. Wie zegt dat? Peter. Peter? Oké, dankjewel Peter. Ik zie hier ook Vincent, die reageert ook, vindt het soms wel te lang. Anderhalf uur is wat mij lang zat lijkt. Ja. En dan gewoon in één stuk door, geen pauze tussendoor, gewoon lekker doorbabbelen, zeg maar. Jeroen Stel, Bob Lux, Jan Vermeer als natuurfotografen, Jasper Doest. Nou, kijk eens aan. Beter korter, ja. Iets van een uur of zo, anderhalf uur. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goeie. We zaten te denken zelf om het misschien in een soort van moment van topics te doen. Dus dat we zeggen, we doen 3 kwartier de show. We hebben dan even een video die we laten draaien. En dan gaan we wisselen van een ander standpunt naar een andere locatie binnen de studio. En daar doen we een wat losser gesprek op de bank. En daar kan je wat meer vragen stellen. En dan bijvoorbeeld daarna eindigen aan tafel om lekker nog los vragen te stellen. Dus dat je zelf bepaalt in welk deel je van de show je inlogt, zeg maar, of intuned. Waardoor je dus ook 3 stukken content krijgt voor een avond. Dus dat je dat ook weer in 3 kan verdelen naar YouTube toe. Dus dan heb je een vaste show, plus portfolio, vragen rondje en nog een beetje nababbelen of zo. Weet je, zoiets. Eens met Paul. Ja, beter korter. Hoeveel foto's zouden de kijkers dan mee moeten nemen? Want nu nemen ze meestal een fotootje of 10, 15 mee.
Dat moeten we natuurlijk ook gaan inkorten dan, zeg maar. Want anders dan, ja, als ze nu 15 foto's hebben, hebben ze best wel veel te bebabbelen. Zeker als er vragen worden gesteld. Dus hoeveel foto's zou voor jullie genoeg zijn als zij ze meenemen? En ik neem aan dat het dan wel, als het er 5 bijvoorbeeld zouden zijn, 5 knallers moeten zijn, bij wijze van. Wat is jullie idee daar of mening daarover? Ja, ik zie Peter hier ook, die heeft ook een paar leuke namen neergezet. Yep. Uurtje, Max Knallen had je net gezegd, ja. Nee, superman. Dat, daar hebben we wat aan, hè. Dat zijn de leuke dingetjes. Want nu hebben we altijd, zeg maar, 2 gasten aan tafel. Die praten met elkaar een beetje, laat maar zeggen. En ze doen een interviewtje met mij. En ze beantwoorden je vragen, ze nemen foto's mee. Is dat voldoende? Of willen jullie meer gasten zien? Weet je, een beetje dat soort dingetjes. Dat is een beetje waar we naar zitten te kijken. Kijk, het is natuurlijk leuk als je misschien meer gasten hebt en meerdere plekken. En je wat kan doen. 5 foto's per persoon, zegt Vincent. Ja, ik krijg hier van Peter 3 door. 5, alleen de beste. 3 beste, ja. En Sander van Laat, 10 is genoeg, maar 2,5 uur show kijken is wel lang. Ja. Ja. Even kijken, Gerrit Denenkamp die zegt, als het te lang is, meer dan 1,5 uur haak ik af. Ja, dat snap ik, ja. Zeker als je wat later inschakelt, denk ik, laat maar zeggen. Wat is voor jullie dan de ideale kijkavond? Hoe zou het eruit moeten zien? Als wij hier zitten en we zorgen dat de mensen zitten, we zorgen dat we over dingen praten. Hoe zou het voor jullie idealer kunnen? Dus wat gaat er nu goed in de show en wat kan er beter? Meer sportfotografie zie ik hier. Nou, met de tijd ben ik het eens. Ja, we begonnen ook ooit met een uurtje. Maar het is een beetje op een of andere manier naar 3 uur beland, om het zo te zeggen. Ja. Een soort zomergasten voor fotografen. Ja, nee, het is hier als je hier zit, weet je. En dat kan Sander beamen, die heeft hier gezeten. Ferry, wie hebben nog meer gezeten, wie erbij zijn op dit moment. Peter heeft er ook gezeten. Als je hier lekker met elkaar loopt te babbelen, is het niet zo, lijkt het niet zo lang, zeg maar. Weet je, dat is wel heel gek. 2 gasten genoeg, anders wordt het denk ik te versnipperend. Ja. Te versnipperd, ja. Ja, sportfotograaf vind ik ook wel leuk. Kijk, sowieso, dat vragen we natuurlijk altijd naar elke... dat vragen we natuurlijk ook naar elke show, laat maar zeggen, dat we een... wie wil je nog zien? Welke mensen? Dus dat zijn dit soort dingen ook, hè. Dan moeten we gewoon sportfotografen erin gaan zetten en dat soort mensen. Vroeg jij net een vraag aan mij via de chat? Ik zag wat binnenkomen. Je mag hem ook gewoon vragen hoor. Of zeg je van... Nou, ik weet of je ook al voor de andere plannen wat wil polsen. Van wat we gebraind hebben vanmiddag. Uh-huh. Ja, misschien dat we dat, rijtje, ja, zeg maar. Misschien dat we dat dadelijk nog wel kunnen doen. Daarvoor zit ook de tape op tafel vandaag. We hebben hier al de hele dag een brainstorm gehouden vanaf 1:00 of 12:00. En daarin is uitgekomen hoe we het gaan aanpakken met workshops. Daar is uitgekomen hoe we het gaan aanpakken met nieuwe content. Content voor op YouTube, content voor de live shows, voor de demo dinsdag. En misschien dat we daar dadelijk nog eventjes een stukje op terugkomen. Ik vind het wel even leuk om nu over de show te babbelen, zeg maar. En dan dadelijk kunnen we daar nog even wat op, aan oppakken. Ik denk minder studiowerk en meer allround. Ik denk dat de meeste kijkers hier meer verschillende dingen willen zien. Ja. En als we dan de vraag neer op te leggen van wie van de gasten die hier nog niet geweest, welke fotograaf zouden hier nou echt een keer graag op een van deze plekken willen zien? Mm-hmm. Ja. Onafhankelijk wat voor stijl hij heeft of whatever. Nee, hier krijg ik ook de stijlen, dat is misschien wel leuk. Gooi eens wat categorieën erin, ja, en wat stijlen en wat fotografen. Dan gaan we daar eens naar kijken. Dat is denk ik wel een goed iets. Sander zegt ook, het klopt. Maar misschien is het voor jou ook meer doelgerichte vragen stellen en niet de fotograaf de hand geven. Ja, ja, die heb ik meer gehad, Sander, die feedback, zeg maar. Ik heb ook met Aad erover gepraat, Aad Sommeling. En die zei ook van, je moet gewoon strakkere vragen stellen misschien wel. En een beetje meer gerichter en misschien ook wel vaker dezelfde vragen tegen de fotograaf. En wat meer uitdagendere vragen misschien, laat maar zeggen. Maar ja, dat is mijn doel is in de show natuurlijk. Is je kennis te laten maken met hun en zij weten hetzelfde, het beste hoe ze zijn en wie ze zijn. Om ze ook lekker een beetje de tijd te geven om te kunnen praten. Het draait niet om mij, maar het draait hun om tafel, laat maar zeggen. Dus ik vind het leuker om hun aan het woord te hebben dan dat ik zelf aan het woord ben de hele tijd.
Ja, ik sta ook van QF Images. Je hebt over een half uur foto's, max 15 minuten portfolio en dan eventueel een afterparty waar je alle vragen en het kan uitlopen. Ja. Dus dat je dan zo'n core content ding, misschien een half uur, drie kwartier inderdaad, want 15 foto's heb je misschien even nodig. Normaal is het met twee gasten zitten, dan moet je natuurlijk over twee keer 15 foto's hebben. Ja, ja. En dan inderdaad... Ja, dat vind ik een goede QF. Dat is wel een beetje waar we naartoe wilden, ja, naar gedeelde content. Even kijken hoor, Teun Hok zegt Peter hier, ja, dat lijkt me ook een hele toffe. Nadine is in de uitzending, gezellig Nadine. Annewiek zie ik ook, leuk dat jullie kijken. Even kijken hoor, we hebben hier Patricia Steur, Govert de Roos, William Rutte, zegt Paul Meulemans. Nou, die staat in de planning ook weer, dus daar zijn we bezig. Frits van Eldink is moeilijk te krijgen. Heb ik geprobeerd via Geert Langelaan, want die kent hem al redelijk goed, maar hij zegt... Is lastig, maar we gaan gewoon verder. We gaan proberen. Pim Ras. Leuk. Gemmy Wout. Ja, Gemmy is wel een beetje verlegen, zei ze. Ze weten nog niet, maar dat komt misschien ook nog eens goed. Heel leuk. Goedenavond, heren. Gert-Jan Stolten. Johan van der Wielen. Even kijken hoor. Ja, Mark is in het begin geweest hier, Weemeuter. Maar ja, Mark en ik gaan niet meer zo goed door één deur. Dus dat gaat helaas niet meer gebeuren, denk ik. Dus... Hij is er wel geweest, dan moet je de oude uitzendingen kijken, maar dat in de nieuwe uitzendingen denk ik niet meer dat dat gaat gebeuren, zeg maar. Even kijken hoor. Kijk maar eens naar talkshows, die doen het ook. Ja, 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 ik weet het, ik kijk ook wel naar de talkshow hoor, Sander, dat is zeker zo. William Klink is er ook bij vanavond, leuk. Anton Corbijn. Ja. Als jij die voor ons kan regelen, Mark, dan hebben wij hem heel graag. Ja, Mark, regel jij even Anton Corbijn, dan zorg ik dat ik hier zit aan tafel. En dan kom jij als tegengast, dan... komt het helemaal goed. Dat is dan als bonus als jij hem geregeld hebt. Nadine, ja natuurlijk. Nadine kijkt mee op Facebook, Wilm-Jan, dus die kunnen we gelijk vragen. Nadine, kom je een keer in de uitzending? Zeg het maar in de chat eventjes. Je bent altijd welkom, dat weet je. Even kijken hoor. Mark zei, dat is een goede Mark, ja. Maar dat zijn grote jongens, man. Ik zou ook nog onze Erwin Olaf willen hebben of dat soort dingen. Maar wie weet dat als we dadelijk weer een tweede seizoen erop hebben zitten. En we zijn een 120 uitzendingen verder. En het ziet er wat gestroomlijnder uit en dat soort dingen. Dat ze toch wel zwichten voor het Obscura Café. We gaan het zien. We gaan het zien, ja. We gaan het zien. Wacht maar af tot we bij 2020 zitten hier. 2020 was hier vandaag op de tafel, ja. We hadden allemaal plaatjes met kwartalen en dat soort dingen. Waar willen we over 5 of 10 jaar staan? Klopt. Ja. Dat was een flinke brainstorm vandaag, laat maar zeggen. Leuke naam allemaal jongens, super. Dat kunnen we wat mee. Leuk, leuk, leuk. Nou, Nadine horen we zo wel in de chat wat ze zegt, maar dat komt wel in orde. Hey, en even kijken hoor. Vrijdagavond doen we het altijd, vrijdagavond 8 uur. Is dat voor jullie nog steeds een oké tijd, een oké dag? Of raad je aan om het op een andere dag, een ander tijdstip te doen? Dat is een beetje de vraag waar we zelf ook aan doen. Voor mij is het een goede dag om het te doen. De tijdstip is ook goed. Ik zou een uurtje eerder kunnen ook nog eventueel, 7 uur. Maar ik weet niet of dat handig is. Maar wat is jullie gedachte daarover? Gewoon laat op dezelfde dag, dezelfde tijd. Of misschien switchen. Laat het eens weten. Ik zoek tussendoor ook eventjes de... Ik had nog een enquête. QF zegt ja, super tijd en dag. Super tijd en dag, oké. Gert-Jan Stolten ook. Vrijdagavond is prima, maar minder lang. Maar die hebben we net al afgetikt. Ja, minder lang hebben we het over gehad, ja, Gert-Jan. Dus daar gaan we naartoe. Ja, proberen om het korter te maken. Zeker weten, ja. Mark Lukens, 9 uur zou ook niet verkeerd zijn. Ja. Uurtje later beginnen. Vrijdagavond top, zeker weten vrijdagavond. Mm-hmm. Ja, dus de vrijdag is tijd en dag is goed. Vrijdag is wel oké. Vrijdagavond 8 uur. Ja, dus gewoon de normale tijd, zeg maar, of een uurtje later. Dus niet een uurtje vroeger, zeg maar. Dit is Kamer Express, dat moet ik niet hebben. Vrijdagavond 8 uur. Ja, ook op de... Om er even tussen te gooien, 8:30 een optie. Ja, om hem er even tussen te gooien. Voor degene met vrouwen, dan zie je dus na goede tijden slechte tijden. Ja, ja, ja. Of hoeven we daar niks na te trekken?
Ik hoef me er niks van aan te trekken, maar ik weet niet of ik dan mensen voor hun benen schop. Ik ben al een lange tijd geen goede tijden, slechte tijden kijken meer. Volgens mij zat Arnie er nog in toen ik keek. Dus dat is even een tijdje geleden. Hey Brussels, gezellig dat je meekijkt man. Leuk. Gerrit Wederkamp zegt ook op vrijdagavond. Ook op vrijdagavond, oh kijk. Nou, dan houden we gewoon lekker vrijdagavond. Dan houden we vrijdagavond gewoon de... Hoe heet dat? De dingetjes, laat maar zeggen. Ja. Ja, QF, het 8:30 is ook goed hoor. 8:30 is ook goed, oké. Okay. Ja, dus dat is dan wel een oké tijd, zeg maar. Ik ga even kijken, want ik had nog een... even kijken, mijn enquêtes. Ik had een enquête ergens staan. En dan kan ik volgens mij zien hoe dat zit. En dan heb ik hier... delen meer. Van Sander van Laart, dag oké. Okay. Meeste Facebook. Heb je zelfs een andere dag geprobeerd? Ik heb het nog niet op een andere dag geprobeerd. Nee. Nee. In principe hebben we het wel eens een keertje vroeg in de dag gedaan. Dus zijn we om 4:00 begonnen. Toen hadden we echt heel weinig kijkers. Dus ja, dan zijn er nog veel aan het werk, denk ik, en dat soort dingen. Dus dan is het niet heel handig. Voor SBS Shownieuws. Hoe laat is dat? Hoe laat is SBS Shownieuws, ja. Wat is goede tijden, zie ik iemand hier vragen. Victor Heus, vrijdag is goed. Top. Leuk, man. Ja, nee, dan moeten we het denk ik gewoon op de vrijdag houden. Dat is denk ik wel een goeie. Roselien, inderdaad. Waar zie ik een... die heb ik over het hoog gezien, of niet? Roselien, oh, Rijnmans, Victor. Dat zijn... Ah, oké. Okay. Nou. Nice, thanks. Ja, dat is wel een goeie, denk je. Sander van Laat, probeer het eens op een dinsdagavond of zo, maar... Ja, wat het idee is, zeg maar, om het op dinsdagavond te doen, maar dan meer demo-gewijs. Dat we demootjes gaan geven die we op dinsdag gaan doen. Dus dat je kan zien hoe iemand te werk gaat. Als er een nieuw product uit is, dat ze het product gaan demoen, zeg maar. Dus dat wil ik eigenlijk een los ding maken van de vrijdagvraag, want dat gaat meer om de portfolio, om de personen. En dinsdag zou dan gaan echt meer om de producten en om alles wat daaromheen zit. De software, producten, apps die je kan gebruiken, weet je, dat soort dingen. Dingen die je kan demoen, zeg maar. Ja, dat zou dan een extra avond zijn. Dat wil zeggen dat je op vrijdag van ons live content krijgt en op dinsdag, zeg maar. We hebben inderdaad net vanmiddag een heel plan gemaakt met allemaal nieuwe content dingen die we eigenlijk willen gaan uitbrengen. Inderdaad, dinsdagavond zijn we ook in het Nederland programma en... Ja. Misschien gelijk even de vraag van wat voor programma's zouden jullie misschien nog willen zien? Stel, we zouden meerdere avonden of dagen programma's willen maken. Wat zouden jullie willen zien aan andere soort programma's dan alleen talkshow-achtig? Ja. Ja, dit is natuurlijk talkshow. We kunnen ook dingen doen die van tevoren opgenomen zijn. We hebben natuurlijk de meeloop maandag die eraan zit te komen. Dus dat we een dag meelopen met een fotograaf en een soort van mini-docu maken wie ze zijn. Wat ze doen, een beetje kijkje in de keuken. Maar die worden dan elke maandag verspreid of één keer in de maand zaten we over te denken, laat maar zeggen. Wat er ook weer stond. Ja, en we natuurlijk ook de Londenvlogs, hoe vinden jullie dat bijvoorbeeld? Oh, ja. Zouden we dat soort dingen meer willen zien? Ja, dat was ook wel leuk, ja. Ja. Maar de dinsdagavond gaan we dus proberen, Sander, maar dan meer de demo-versie. Even kijken hoor, op wat voor een tijdstip op de vrijdag staat, vraagt Wilm-Jan ten Haafden. Ik bedoel de dinsdag. Ah, oké. Okay. Op de dinsdagavond. Ja, ik denk dezelfde tijd ook ongeveer. Ook een uurtje of 8. Omdat gewoon, ja kijk, iedereen eet. Als je een klein hebt, moet je die klein op bed leggen. Voordat je goed en wel thuis beneden op de bank zit of ik wat, is het toch denk ik wel rond 8:00 of nog wel later. Dus dat is, hoe heet dat? Dat is iets wat ik denk wil doen. 8:00 is wel een goede tijd om aan te houden. Tenzij jullie anders aanraden, dat je zegt, doe het een uurtje later. Zoals Mark net zei. Maar de meeste hoor ik dat het gewoon goed gaat qua tijd. En, dus laat dat eens weten. Ja, misschien op dinsdag wel even iets later. Ik weet het tenminste, dan moeten we sporten of die kant op. Of laat het dan even weten wat jullie zouden willen op dinsdagavond qua tijd. Ja. Nou, ik heb de enquête inmiddels er ook bij gevonden. Dat is wel leuk. Daar stonden ook wat vragen in. Maar die heb ik eigenlijk nog niet verstuurd. Omdat het een enquête is die geld kost om te versturen. Dus ik had zoiets van, ik ga eens kijken wat het goede moment is daarvoor. En inmiddels hebben we natuurlijk lekker wat mensen hier. Zo is het misschien wel leuk om even een paar vragen te stellen die daar ook op aansluiten. Hey, goedenavond Mirjam. Leuk dat je kijkt. Gezellig. QF Images, programma's over fotobewerkingen als Photoshop, Phase 1, Lightroom. Zit in het plan? Ja, ja, sowieso voor de demodagen gaan dat soort dingen erin komen. Hè? Dus de bewerkingsprogramma's.
het plan wat we vanmiddag hebben gemaakt is om daar ook workshops voor te maken die je online kan gaan volgen. Dus op je eigen tempo, niet live, maar gewoon door iemand gegeven die daar verstand van heeft. En daar hebben we best wel een flinke lijst van digitale workshops opgesomd die we zouden kunnen gaan geven. En daar komt dit zeker in voorbij. Ja, zeker weten. Peter Kemp zegt vrijdagavond 1 uur, waarvan een half uur beeld met fotograaf aan het werk. En vervolgens een half uur actieve beelden maken, waarna je samen met een werkende fotograaf gekletst kan worden en vragen kan worden gesteld. Ja, is ook een idee. Zeker weten. En dan kan je ook een uur vullen met schieten en praten, zeg maar. Ja, ik denk alleen voor verschillende typen fotograaf. Wat een beetje lastig wordt, als je bijvoorbeeld een sportfotograaf wil hebben of die kant op. Ja, dan zou je het van tevoren moeten opnemen of zo, zeg maar. Ja. Ja, fotobewerking. Hey, ik vind het wel even leuk om wat andere vragen te stellen, sowieso over de show. Hebben jullie nog vragen over de show zelf, sowieso maar zelf, van die vanuit jullie komen? Dus dat je zegt van, nou, dat wil ik nog eens weten, of dat wil ik, kan je dat aanbieden, kan je dit doen, kan je zus doen? Daar ben ik wel even benieuwd naar, of jullie nog zelf vragen hebben over de show die belangrijk zijn om eventjes genoemd te worden. Neem ik even een slokje tussendoor. Kunnen jullie even antwoorden? Ik heb altijd een beetje verlopen van die. Dat hoor je natuurlijk nu ook meer omdat die mic. Ja, dat slokt erover hoor. Nee, zo. Dat zal best wel. Ja. Is dat vervelend voor jullie trouwens of niet? Want anders bedoel ik even rekening met de uitzending. Ja, ik nam net een paar slokken. Hoor je dat heel erg in de mic? Daar zijn we natuurlijk ook niet mee bezig. Of heb je het idee dat opeens een T-Rex naast je bed staat? Nou, sowieso moeten er veel mensen nadenken over mijn vorige vraag, zo te zien. Of hebben ze geen vragen over de show? Dat kan natuurlijk ook nog. Wij wachten met spanning af. Ja. Ik hoor vele plannen. Wees naar je kijkers UB duidelijk toe wat de kijker in de komende maanden kan verwachten. Nou, dat gaan we zeker doen, Peter. Als je niet duidelijk bent, ben je onduidelijk, zeg maar, van schoonvader altijd. Ja. Nee, prima om te kijken. Leuk en gezellig. Leerzaam en vermakelijk. Nou, mooi zo. Dus eigenlijk moeten we het even in een resume korter maken. Iets interessant om naar te kijken. En wat meer gestructureerd, zeg maar. Dus we zijn goed bezig. Alleen het moet even wat compacter weer, zeg maar. Proost, zegt Wim vanavond. Ja. Ik heb hier een enquêtetje staan. En ik vind het wel veel leuk om wat dingetjes aan jullie te vragen. Even kijken hoor, waar gaan we beginnen? Dat is een beetje een leuke. Welke vorm van beeld maken vind jij interessant? We hebben hier vormen staan die ik voor kan lezen voor je, maar je kan ook zelf vormen natuurlijk kiezen. Fotografie, video, kunst, graffiti, dans of grafisch. En je mag het ook invullen naar eigen beleven natuurlijk. Het geluid van Ferry is inderdaad af en toe veel harder dan die van Michaud. Het kan ook wel van, als ik praat misschien iets meer zo, dan komt het misschien iets harder binnen dan dat je zo vooruit zet. Maar ik kan mij eens een klein stukje zachter zetten hoor, dat is geen probleem. Nou ja, ik weet niet of het echt veel is, maar het kan ook zijn dat jij de zenders daar hebt staan en ik hier. We hebben de antennes nog niet uitstaan. Oh, Mies, jij zit links en ik zit, of jij zit rechts en ik zit links. Dat komt waarschijnlijk omdat we stereo binnenkomen. Ik weet niet of we dat in OBS goed kunnen zetten of niet, maar dat moeten we later even uitvogelen, denk ik. Oké, nou ja, voor vanavond. Oh, wacht, dat. Ja. We gaan even twee tellen, inpo, vier dingen zo. Als je naar de mixer gaat. De mixer? Downmix de mono. En dan moet je die inderdaad hebben. Als het goed is, moet het dan opgelost zijn. Is het opgelost? Als het goed is, moet het opgelost zijn. Fotografisch sowieso krijg ik hier. Nee, fotografie en grafisch. Oh, fotografie sowieso. Oh ja, wacht. Grafisch, portret en kunst. Dat hadden we niet anders verwacht van Sander natuurlijk. kunstfotografie, zegt Peter. Fotografisch en grafisch, zegt QF. Ja. Fotografie en dans. Nou ja, dan moet je bij Ferry wezen. Die kunnen we wel eens een keer een dans. Kunnen we een live workshop van maken? Ja hoor. Ja hoor. En binnenkort. Er staat sowieso van Ferry een dansworkshop op de website. Dansfotografie in Studio 34X die we op hebben genomen. Die kan je bekijken. Vincent zegt ja, het is beter. Nou, cool. Top. Hebben we ook weer opgelost. Ook weer opgelost. Ook weer goed om te weten voor de volgende show. Dus Ferry klinkt nu net zo hard als Michel.
Dat weet ik niet, maar in ieder geval komen we door één kanaal naar binnen. Dus je hoort zowel links als rechts, alle twee. Hey. Ja. Fotografie, kunst, muziek, landschap, portret. Nou, kijk eens aan. Grafisch portret. Grafisch en portret van Vincent, leuk. Fotografie, modellen. Klinkt beter, zegt Wilmian van Haarten. Klinkt beter. Klinkt beter, oh ja. Nou, Peter, je klinkt beter. Dat is top. Misschien ook gelijk vraag, zou nog iets van dat, we hebben nu vooral alles op fotografie gericht, maar misschien even ook andere dat, ik hoor wel grafisch, maar doen jullie dan grafisch als ook design dingen en meer grafisch achtergrond als kleurtheorie en dat soort dingen? Of gewoon fotografisch? Mm-hmm. Kan een vraag duidelijk is? Ja. Werken met flitsers. Werken met flitsers, leuk. Maar dat was misschien weer leuk voor de dinsdag? Ja, sowieso, maar ook voor de workshops natuurlijk die we online kunnen plaatsen en kunnen doen. Superleuk. Ik denk het leuk allemaal. En denken jullie dat het ook leuk is om, want ik hoor nu heel veel fotodingetjes, zeg maar. Beeldmakers zijn voor mij natuurlijk in de breedste zin van het woord op Café Obscura. Dat wil zeggen, het zijn visagisten, het zijn ook de stylisten, het is ook de locatie, het is de apparatuur die je gebruikt, de kennis die je hebt. Dat zijn ook de dingen die een beeld maken, zeg maar. Als we in die hoek denken, welke hoek zou je dan ook nog leuk vinden om wat over te weten? En dan een vervolgvraag natuurlijk wat jullie hier allemaal bij hebben gezet, want superleuk dat er allemaal binnenkomt. Missen jullie nog een vorm van beeld maken die we behandelen en zo ja, welke? UF zegt zowel InDesign als Illustrator. Als je te veel aanbiedt, weet de kijker echt niet meer waar het over gaat, zegt Peter. Nou. Ja, want het wordt dan wel in verschillende dingen wordt het aangeboden. Dus het is niet dat je in één keer even uit. Ja, nee, het moet gewoon een kennisbank worden van dat soort dingen bij elkaar. En je kan zelf kiezen wat je kijkt. Eigenlijk een beetje net als Netflix werkt of een andere kennissite, laat maar zeggen, dat soort dingen. Misschien ook iets met meer film. Ja, dat vind ik een goede, Vincent. Daar ben ik ook voor. Het is wel zo dat ik, laat maar zeggen, veel mensen die ik vraag, die komen, ook filmers. Ik krijg meer ja van de fotografen die op tafel willen zitten dan de filmers op de een of andere manier. Dus als je filmers weet die leuk zijn om aan tafel te hebben en om mee te babbelen, laat het zeker even weten, want dan kunnen we die opzoeken en dat soort dingen. Studiowerk, sport en dans, astrofotografie, visagie, zegt W. Meuter. Ja, ook leuk. Ja, we zijn een beetje bezig geweest vanmiddag met een indeling te maken eventueel voor workshops. En we zaten bijvoorbeeld te denken voor qua workshops, bijvoorbeeld zeggen van we doen iedere maand twee workshops maken. Eén is meer gebaseerd op zeg maar postproductie, software en dat soort dingen. En de andere is meer op technieken gewoon in het veld werken, ja, zeg maar. Wat vinden jullie daar bijvoorbeeld van, zoiets? Om dat gewoon meer workshops te geven en dan ook op specifieke dingen. Dus inderdaad dat een stukje Photoshop, een stukje Illustrator, dat soort dingen. En dan bijvoorbeeld dat, bijvoorbeeld meer portretfotografie of grafisch designwerk. Een beetje om die kant op te denken. Wat vinden jullie daarvan? Ah, het lijkt me wel eens leuk om daarover te praten, Vincent. Ik vind wel dat je leuke dingen doet met film. Dus we kunnen daar sowieso af en toe eens een keertje over babbelen. En misschien wel een keer in de uitzending. Moeten we even kijken. Lijkt me sowieso een keer leuk om je face-to-face even te zien. Een keertje een babbeltje te houden, een drankje te doen. Even gezellig. Goed idee, zegt Q-Images, Ferry. Dankjewel. Nadine, stylist en model. Zij kan erover alles over kwijt. Ja, zeker weten. Dat vind ik ook, Willem-Jan. Dat is zeker leuk. Kijk, het gaat zowel voor de uitzending leuke content maken natuurlijk, voor dit soort dingen. Maar het gaat ons ook, laat maar zeggen, om de workshop die we op de site gaan aanbieden en waar je veel kan leren. Dus dat je er uitgebreider op ingaat en niet maar twee uurtjes in de show, maar gewoon echt een goed pakket neerzet, zeg maar. Eigenlijk bijna de hele week door, iedere dag wel een leuk stukje kijkcontent. Ja, dat is wel een beetje het idee, zeg maar. Ja. Doen we. Leuk, nou, man. Je hebt weer een nieuwe gast, jongen. Leuk. Hey, even kijken hoor. Nou, dat hebben we net gevraagd. Welke vorm je mist van beeld maken? Deze vraag hoeft nu niet. Dat vraag ik eigenlijk altijd wel. Dat hebben we net ook al gedaan. Wat vind je leuk aan Café Obscura? Dus als we kijken naar het geheel, hè, Café Obscura. Dus zowel de live show, de website, dat soort dingen, wat we doen. Wat vind je allemaal leuk daaraan? Wat zijn pro's en cons? Dus wat kan er beter en wat gaat er goed? Paul Meulemans zegt, misschien leuk om ook eens iemand uit te nodigen die aan een groot project heeft gewerkt en daar hem over te laten vertellen.
Ja, dat vind ik ook wel cool. Er komen ook meestal wel flinke verhalen uit, zeg maar. Maar dan vind ik het wel leuk als ik dat doe om ook de mensen die aan het project hebben meegewerkt, die ook aan tafel te hebben, zeg maar. Want dan heb je gewoon eensgezinds verhaal. En dan kan je er wat dieper op ingaan dan dat je weer twee verschillende fotografen hebt zitten, denk ik. Ja, misschien is het ook wel leuk om dat met het plan van David te gaan doen. Om, ja, dat zou ook nog wel leuk kunnen zijn. Ja. Om gewoon dan, laat maar zeggen, het team samen neer te zetten. Die zegt van oké, dat is de fotograaf, dit is de visagist, dit is dit. En we gaan er samen over babbelen, zeg maar. Dat is wel leuk om dat in zo'n project te doen, zeg maar. Gerrit Dennekamp die zegt de gezelligheid. Nou, tof, dankjewel. Het is ontspannen. Je krijgt antwoorden van de mensen welke verstand hebben van hetgeen wat ze aan het doen zijn. En niks geheimzinnigs. Nee. Dat is ook de bedoeling. Ja. Gewoon lekker transparant, lekker relaxed. En ook wat vinden jullie leuk van, zeg maar, buiten alleen deze show? Dus ook zo de vlogs en de workshops en dat soort dingen. Wat vinden jullie daar leuk aan? Wat kan beter? Of... Zie mijn eerdere antwoord, zegt William van Haafden. Dankjewel. Ik ga ze gelijk even kopiëren weer, want ik weet niet hoe lang ze blijven staan daar zo. Dan kan ik het weer teruglezen voor jullie. Is ook wel leuk. Hoppatee. Ctrl-C. Die daar. Sander van Laar, die zegt fotografie. Even kijken hoor, Paul Meulemans zegt, leuk. Het leuke is dat mensen die je vaak alleen maar van bijvoorbeeld Facebook kent, ook nu zijn gezicht krijgen. Ja, dat is ook de hele bedoeling, hè? Dat is de slogan ook waar we voor staan, maak kennis met beeldmakers. Het gezicht achter het beeld, wat er allemaal bij komt kijken om zo'n beeld te creëren en ja, hoe dat in tot stand komt, zeg maar. En dat vind ik zelf heel leuk om de mensen te ontmoeten, maar het is ook heel leuk om dat aan jullie te kunnen doorgeven, zeg maar, en de mensen ook aan jullie te laten zien, zeker weten. Even kijken hoor, de website is oké, alleen de interactie valt mij tegen. Ik had meer communicatie verwacht met zoveel gelijkgestemden. Ja, ik stem daarbij in, QF Images. Er zit een heel community systeem in de website. Ik kan het jullie ook wel even gelijk laten zien, dat is misschien wel handig. Want we kunnen toch gelijk live op de website als het goed is. Dan kan ik hier switchen. En als het goed is blijven we dan ook in beeld, of qua geluid blijven dan lopen, laat het even weten. Als ik hier tussen switch, dan kan ik hier Café Obscura in toetsen. Oké, fotografie. Ja. Even kijken, de community zit hier bovenin. Naast het logootje. Als je daarop drukt, zeg maar, heb je daar eigenlijk waar alle leden zijn. Wat ze op dat moment aan het doen zijn. Dat kan je hier zien als je ingelogd bent. Het is op categorie ingedeeld. Gaat het goed? Ja, ik zat even te checken of we geluid hadden, maar het duurde even voor het geluid kwam. Oké, dat geen probleem, maar dat is wel... hier kan je dus, laat maar zeggen, de interacties zien met elkaar, laat maar zeggen, of nou in ieder geval doen. Maar hier zie je ook heel veel dingen die ik misschien nog even uit moet zetten, want ik zie hier ook allemaal mensen die hun cursus hebben gedaan. En dat je dan ziet hoe dat is, ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar je hebt hier ook dus de beeldmakers. Dat zijn alle mensen uit de community. Nou, je ziet hier net QF die zegt, ik zie dat er weinig gelijkgestemden zijn. Hij is het laatste aanwezig geweest, jongens, dus... Bij deze QF, thanks man. Altijd leuk. Maar hier zie je dus dat je een profiel kan maken. Ik zal jouw profiel er ook gewoon even als deze nemen, om maar zo te zeggen. Je ziet hier, je kan een profiel aanmaken. Daarin zet je je foto. Je kan een headerfoto neerzetten. En daaronder een stukje over wie je bent, wat je doet. Profielen, daar kan je vrienden aan koppelen. Nou, je ziet het hier, je kan de vrienden, laat maar zeggen, bekijken. En je kan met elkaar connecten, zeg maar. Iedereen die op de site zit... Daar kan je een vriendverzoek naar sturen. Dus het is eigenlijk een mini Facebook, maar dan voor alleen maar fotografen of beeldmakers, zeg maar. De beeldbreedte van het woord bedoeld. Dus hier kan je gewoon mensen connecten. Je kan via dit connectiesysteem ook berichtjes naar elkaar sturen, privé of openbaar, wat je wil. En er zijn groepen die hangen daar aan vast, zeg maar. Nou, we hebben dus een groep voor de vrijdagvragen bijvoorbeeld. Daar kan je aan lid van worden. We hebben een groep voor over de obscure live dingen. En dan maak kennis met beeldmakersgroep, waar je jezelf kan voorstellen. Nou ja, wat dingetje dus bedoelt, QF Images, als er weinig dingen zijn. Als we naar die groep kijken, en ik stel daarvoor, stel jezelf voor in deze groep en laat andere beeldmakers met je kennis maken. En je kijkt hieronder bij de activiteiten. Dan zie je dat er heel veel mensen aangemeld zijn, maar eigenlijk weinig mensen hunzelf voorstellen.
En bijvoorbeeld behalve William Klink, je ziet het hier zo. William die stuurt een leuk dingetje neer, door met zijn website erbij. Jennifer die doet het ook eventjes erbij. Dus het is dus zeker leuk om op te zijn, maar het is, mag wat meer communicatie opkomen. Dat is zeker zo. Ja. Nou, je Bas van der Poel staat erbij, zie je het. Dus je kan jezelf hier gewoon voorstellen. Leuke dingetjes doen of een fotootje posten wat je wil. Er zijn dus ook foto's die je eraan kan hangen. De beeldmakers die hier dus zit, zie je, die kan je dus gewoon aanklikken. En door, nou ik pak nu toevallig Brett, daardoor daar naartoe te gaan, kan je dus alles zien wat daarin. Als schrijver een blog, kan je hier de blog bekijken, de vrienden, het profiel, hun portfolio. En als ze dus instructor zijn, zoals wat Brett dus is op de site, zeg maar, komt er onder zijn instructorpagina ook te staan welke lessen hij geeft. Dus dat zijn de workshops die, die hij geeft. Wat er nu dus nu net live is gegaan van Brett is deze bijvoorbeeld, One Wedding Destination Dubai. En dat is een workshop die bestaat uit meerdere delen, bij elkaar ongeveer 5,5 uur content volgens mij. Waar hij je gewoon over de schouder meeneemt bij een bruiloft in Dubai. Super leuk om te zien. Zie je, dus dat staat allemaal gekoppeld aan elkaar. En als je zo'n workshop dus aanschaft, kom je hier aan de zijkant te staan als student die meedoet aan het dingetje. En elke workshop heeft ook een groep. In dit geval een gesloten groep. Heb je een profiel, koop je de workshop, kan je in deze groep dus zeg maar je foto's en je vragen stellen aan elkaar. Dus dat is eigenlijk even een beetje het community gedeelte op de site, zoals jullie het hier zien. Dus maar ik ben het met je mee eens, er mag wat meer interactie komen, dat zou leuk zijn, zeker weten. Even kijken hoor, geen verkeerde gedachten, Gerjan. Zodra ik klaar ben met mijn revalidatie, ga ik ervoor zitten voor de site. Nou, kijk eens aan, Wilmian, dat is leuk, super tof. Dus ja, zoals jullie zien, er zit dus ook een hele website achter Café Obscure. Het is niet alleen maar de vrijdagavond. We hebben ook gewoon echt een website waar een community gebouwd wordt, waar groepen zijn en waar kennis is, zeg maar. En die kennis, daar hebben we vanmiddag dus ook heel veel over gebrainstormd. Van, nou, wat moet er nog opkomen? Welke workshops willen we nog maken? En dat is eigenlijk ook gelijk mijn volgende vraag naar jullie. Wat voor workshops zouden jullie op de website willen zien? En welke zou je willen volgen? Dus laat eens wat ideetjes achter om te kijken van wat jullie daarvan vinden. Ik zal tussendoor eventjes heel even er doorheen scrollen. Dan kun je zien wat er nu al staat. Dan heb je al een beetje idee voordat je gaat zeggen van wat er allemaal op zit. Zoals je hiervoor ziet, we hebben een One Light Portrait die aan gaat zitten komen van Maurice Jager. Ik ben bezig met de continu licht fotografie van Corine Ponsen. Dat is een bruidsfotograaf die gebruikt heel veel continu licht. Dus die ben ik nu aan het editen en die komt er ook binnenkort aan. Wat ik net al zei, die van Brett staat online deze. De Ultimate Wedding Workshop die komt binnenkort online, maar dat is 10 uur aan content. Dus dat duurt nog even voordat ik die geknipt heb allemaal. Ja. Maar het komt van, zou het niet idee zijn om op Facebook een groep te maken? Er is al een Facebook groep toch? Er is een Facebook groep online, ja. Die zal ik er zo even bij pakken. Dan ga ik even op Facebook, laat ik je even zien waar die zit. En dan kun je daar naar kijken. Dansfotografie hoor ik hier van QF Images. Maar dan tijdens steldanswedstrijden en trainingen. Oké, dus wat meer in de field als je op een evenement bent of zo, denk ik. Ja. Is dat een ding wat jij ook doet, Ferry bijvoorbeeld? Of is dat... Ik ben toevallig laatst gevraagd om bij een aantal lindyhoppers te gaan fotograferen met welke activiteiten zijn en dat soort dingen. Dus we gaan even kijken hoe het gaat met die groep. En misschien als ze dat leuk vinden, ook die mensen die dat doen, dat we dan gewoon een keer naar een event toe gaan en dan gewoon daar een workshop opnemen. Kunnen opnemen of zo, oké. Nice. Of QF, als jij zegt van ik heb een leuke groep waarbij we dat kunnen doen, stuur even een mailtje naar ons. Dan gaan we gewoon even overleggen wat we doen. Dan kunnen we kijken wat we kunnen maken. Dat sta ik zeker voor open om te doen, om daar dingen... Dat is even makkelijker dan tijdens een voorstelling dingen uit te leggen. Want tijdens een voorstelling praten te en fotograferen tegelijk, dat wordt niet heel erg gewaardeerd. Ja. Maar bijvoorbeeld bij een event zou absoluut kunnen. Dus als jullie een leuk event weten, dan... Ik wil nog heel even terugkomen op, hoe heet dat? Op de vraag van Mark Lukkens. De reden waarom ik nog niet zoveel doe op Facebook groepen, is eigenlijk ook omdat ik de aandacht van Facebook wil weghalen naar de eigen site toe, zeg maar. Om daar gefocust bezig te zijn met beeld maken, zeg maar. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar met mij is het zo. Ik ben nog redelijk snel afgeleid als ik op Facebook zit. Want ik zie dit leuk, ik zie dat leuk. Ik krijg een berichtje van zus, een berichtje van die, een berichtje van die. En ik ben zo weer een paar uur verder. En dan dacht ik, oké, waar was ik ook alweer mee bezig? Weet je, ik ben
snel afgeleid door de prikkels die je krijgt van Facebook. Omdat daar ook advertenties op staan. Andere mensen die wat leuks posten. Dus ik dacht juist, het is wel leuk om een community te starten binnen je eigen site. Dus die gekoppeld zit aan de kennis en gekoppeld aan de profielen die je maakt. Waardoor als je daarmee bezig bent, je ook heel gefocust met fotografie bezig blijft. Omdat je dan niet afgeleid raakt van de Facebook prikkelen. Dat is een beetje een gedachte die ik erbij heb. Dus ik weet niet hoe jullie daar over denken. Ja, ik stop met Facebook heb ik heel erg vaak snel van dat je er zo'n overload aan informatie en beeld voorbij ziet komen. En soms is het niet duidelijk welke groep het is. En als je even een tijdje iets doet, dan verdwijnt het ook weer direct van je tijdlijn vanaf. Dus het een beetje een overzichting. Ik begin steeds minder fan eigenlijk van Facebook, om heel eerlijk te zijn. En dat makkelijk gewoon naar een site waar je dedicated heen kan gaan en daarmee doen. Ik merk gewoon ook met andere sites dat ik daar liever heen ga om te kijken. Om daar dingen te doen dan ik het op Facebook doe. Oké, nou, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Het Facebook gehalte, het daar houden of het naar een eigen site toe brengen. Ik hoor graag jullie de dingetjes. Ik zie hier dat QF Images zegt, ga ik regelen. Yep. Ferry, genoeg NADB evenementen. Nou, leuk. Danseres regelen is ook geen probleem. Nou, ik zeg, er zit er weer een aan te komen. Ik dat denk ook. Leuk, leuk, leuk. Even kijken hoor, Peter Kemp heeft ook nog op Facebook wat dingetjes staan. Sander hadden we al gehad, hè? Fotografie is weinig op tv. Ja. Daar gaan we ook aan werken, Sander. Komt goed. Peter Kemp, kijk nu, ontstaan er momenten waarin er vrij weinig gebeurt en dan haken mensen af. Bedoel je op dit moment hier nu, live bedoel je, of op de website? Oh ja, nu heb je de website laten zien en gebeurt er weer wat. Er moeten echt dingen gebeuren zoals nu. Hoe bedoel je dat precies, Peter? Probeer hem eventjes opnieuw te formuleren. Even kijken hoor, QF zegt combinatie website Facebook werkt het beste. Gert-Jan, ik zet hem even lager. Even kijken of het beter gaat. Mm-hmm. Die knalt je mijn telefoon in, oké. Okay. Persoonlijk vind ik snel dat een andere website wordt gebruikt om een eigen commercieel doeleinde te hebben. Ja, kijk, ik zal heel eerlijk met je zijn, Sander. Er moet geld op de plank komen, anders kan de website niet draaien en de show en dat soort dingen. Dus dat, er zit een commercieel doel achter, maar dat is niet mijn enigste doel. Mijn doel komt niet vanuit de commerciële kant, maar komt vanuit de kant om uit mijn hart met mensen bezig te zijn die met beeld bezig zijn, zeg maar. En om mensen aan jullie te laten leren kennen. En daar iets omheen te bouwen wat heel tof is. En ik heb het gevoel dat ik dat meer kan doen in een gecentreerde omgeving dan in een omgeving waar al zoveel gebeurt, als het ware. Maar commercieel is ondernemen sowieso, denk ik, altijd. En het is maar net hoe je erin staat. Ik zal nooit een commerciële, snelle jongen worden, want zo ben ik niet ingesteld. Zo zal ik het ook nooit worden. Dus het is het open en transparante karakter dat ik heb en waar ik eigenlijk altijd nooit omheen zou gaan. Ik vind het heel lastig om aan Facebook vast te koppelen, snap je? Omdat Facebook ook weer zo'n grote jongen is en die is nog commerciëler dan ik, vele malen. En ik wil niet afhankelijk zijn van een site zoals bijvoorbeeld Facebook. Weet je, stel dat het platform klapt door een of andere reden. Omdat iedereen zegt ineens van, weet je wat, ik heb geen zin meer in Facebook. Heb je daar je hele community gebouwd? Weg is Kees, weet je. Ja, dus ook workshops opnemen en maken is heel erg leuk. Alleen, het is ook verschrikkelijk duur. Om gewoon zo'n productie, bijvoorbeeld in Engeland gedaan hebben. Ja, dat moeten ze uiteindelijk ergens vandaan moeten komen. Er komt heel veel bij kijken om de workshops op te nemen, om ze te maken. Degene die het geven, die willen natuurlijk daar ook een deel aan verdienen. Die doen het ook niet voor niks, zeg maar. Dus je hebt sowieso altijd te maken met onkosten en met inkomsten die erin komen. En hoe heet dat? Ja, commerciële doeleinden. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. En als ik dan zeg, ja, er zit een commerciële doeleinde aan. Dat is ten alle tijde als je onderneemt, denk ik. En anders zou ik het moeten, de hele site gesponsord moeten krijgen, zou ik het ook doen hoor. Dat vind ik het ook prima. Dan... Maar ja, hier en daar moet er toch wel geld op de plan komen om een boterham te kopen en om de website te kunnen laten draaien, zeg maar. Maar dat is ook een beetje waar we vanavond over hebben, weet je. Wat vinden jullie schappelijk bijvoorbeeld om daarvoor te doen? We zijn ook bezig met nieuwe ideeën of nieuwe modellen om het bijvoorbeeld op abonnementsbasis te doen, de site. Dus dat je alle content die erop staat kan kijken en niet los de workshops gaat kopen, bij wijze van. En dat wil zeggen dat je dan gewoon kan uitstappen wanneer je zelf wil. Dat je zegt, oké, ik heb nu een maandje gekeken, ik vind het prima. Ik stop er mee. Of je koopt het voor een half jaar of een jaar bijvoorbeeld. En je kan alle content kijken die erop staat. Dus dan maakt het eigenlijk voor je de gebruiker goedkoper, denk ik eigenlijk, om het maar zo te zeggen.
Want als je nu losse workshops moet kopen voor 89, 49 en bijvoorbeeld nog even 39, zit je eigenlijk al aan de prijs waar we aan zitten te denken voor een jaar abonnement, zeg maar. En dan dus, alles. En dan heb je alles, van plaats die 3 workshops heb je dan alles. Dus ja, we zijn ook wel eens constant aan het schuiven om te kijken van hey, hoe kunnen we het zo leuk houden voor jullie en voor onszelf, waardoor je gewoon elkaar altijd in de ogen kan blijven kijken. Weet je, als je op een event bent of weet ik veel wat, dat je denkt van oké, het zijn leuke partijen allebei, de klant is leuk, wij zijn leuk en zo kunnen we het ook houden, zeg maar. Dus, ja, en als we dat hebben draaien, kunnen we ook weer mooiere gratis content maken en doen. Ja. En er gewoon weer een mooie combinatie tussen maken. Daarin kan je dan ook weer mooie gratis content maken, ja. Ja. Even kijken hoor, hier staat een combinatie. Facebook moet je ook gebruiken als voorportaal, een link naar je website. Creëer je ook links, dan vindt Google je weer ook weer en het is leuk voor je vindbaarheid. Ja, ja, dat denk ik ook. Tuurlijk moet je Facebook gebruiken. Ik denk dat de social media, hè, dus het web 2.0, want ze hebben er een mooie naam aan gegeven en het is social media gaan heten, maar het is eigenlijk gewoon een verbeterde versie van internet, om het maar zo te zeggen, toch? Ja, ik denk dat je zeker die kanalen moet gebruiken om mensen, om traffic naar je website toe te krijgen, zeg maar. Ja. Maar het is voor ons ook een zoektocht, weet je. Als jullie ervoor zijn van we willen met z'n allen in een Facebookgroep en dat vinden we beter dan op een website, wil ik daar zeker naar kijken wat de mogelijkheden zijn, weet je, en wat daar makkelijk voor is. Maar ik, ja, voor mijn gevoel had ik zelf zoiets, ik probeer iets te creëren waar je een platform maakt waar je denkt, hey, het is geen afleiding van buitenaf. Je bent echt lekker bezig met je vak of met je beeld. En daar... Als ik op je in mag haken, het is niet helemaal waar wat je zegt, helaas, sorry. Google is niet helemaal blij met Facebook. Die houdt de ranking ook minder rekening met Facebook. Plus het nadeel van Facebook momenteel is dat zodra je links gaat plaatsen die naar buiten Facebook gaan, worden die weer minder gedeeld en laten zien. Want Facebook wil eigenlijk alles binnen Facebook houden en ze willen gerust linkjes doen naar buiten toe, maar dan wel als je ervoor betaalt. Dus dat is even een ding van hoe Facebook werkt en Google. En Sander, overkomend gedeelte van Creative Life, dat is ook zeker iets wat we in de gaten aan het houden zijn en over aan het nadenken zijn. Waar zie ik dat? Op Facebook. Snap ik zeker helemaal gelijk in, gewoon de laatste tijd steeds vaker opbloeien zie ik Creative Life. En dat bedoelt hij op het commerciële doeleinde gebeuren, zeg maar. Ja, hoe zou je het anders aanpakken, Sander? Heb je voor ons een tegenstelling, bot, hoe noem je dat, oplossing? Weet je, hoe moet je het benaderen van op die andere manier, zeg maar? Ja, ik denk dat het dat Creative Life ook een heel mooi platform is. Dat je daar ook echt leuke dingen kan doen. En dat het groeit omdat ze waardevolle kennis geven, zeg maar. En dat is waar je voor moet staan. Je bent een waardevolle kenniskanaal, wil je zijn, zeg maar. Ja. Hoi Ashley, leuk dat je er bent. Ik hoor dat Facebook een probleem heeft met renderen. Je bedoelt renderen dat je ons niet ziet? Nou, ik denk misschien die af en toe traag is of... Hoi piepeloi, zegt Angelo van der Klift. Hey Angelo, gezellig man dat je aanschuift. Ja, binnen één kanaal houden. Nou ja, dat is wat ik zei, Mark. Binnen één kanaal houden is voor mij meer mijn website dus dan Facebook eigenlijk. Dus als ik zou moeten kiezen nu met het mes op de keel, zou ik kiezen voor mijn website en niet voor Facebook, zeg maar, om alles op te gaan doen. Ik zou het wel gebruiken, zoals er net ook werd gezegd, om het, laat maar zeggen, naast elkaar te gebruiken. Dus dat je door laat linken naar elkaar, zeg maar. Maar de hoofdmotor via de website. Ik zie Lieke Anne net binnenkomen. Geluk. Hoi, ik schakel net in. Zou je door middel van samenwerking met misschien andere bedrijven een grote platform kunnen bouwen? Bijvoorbeeld live shows op verschillende locaties en dergelijke. Ik probeer hardop mee te denken. Dat vind ik alleen maar tof, Lieke Anne. Super cool. In principe is dat iets wat ik aan het exploren ben. Ik heb met een grote partij ook om de tafel gezeten, waar veelbelovend uit zou gaan komen. Alleen die partij heeft mij een beetje aan de kant gezet, zeg maar, op een of andere rare manier. Dus dat is wel voor mij een ding geweest dat ik denk van, moet je met grote partijen wel in zee gaan. Dus ik ben daar zeker naar aan het exploren, maar ik vind het wel heel lastig, een lastig terrein. Want ja, het is, dan gaan we praten zoals Sander ook praat, in de commerciële kanten, zeg maar. Zij denken weer veel groter en commerciëler dan ik soms, hè? Om het maar zo te zeggen. Ja. En dan is dat wel eens lastig. Maar ik vind het zeker een tof idee. En samenwerkingen met bedrijven en andere platformen sta ik heel erg voor open. Dat vind ik echt leuk. Ik denk ook dat het is dat je met elkaar iets groters of iets leukers kan maken. Dus als jullie ideeën hebben voor platformen en bedrijven, gooi ze erin. Mark, kleine, wat
ik zie reactie binnenkomen van de mensen haak ik tegenwoordig heel snel af. Aparte websitebezoek, inlog, etc. is al snel te veel. Mm-hmm. Vraag, zie Netflix of Creative Life. Daar is wel een hele grote blooming community heen. Daar moet je ook gewoon op inloggen. Dat kun je wel gewoon met je Facebook account doen trouwens. Maar, dus ik weet niet of dat echt een drempel hoeft te zijn als ik eerlijk ben. Ja. Nee, ja, ik weet het ook niet. Kamibami. Leuke naam. Goedenavond. Goedenavond. Ik snap je beweegreden natuurlijk. Ja. Cool man. Nee, maar dat is ook luister lekker waar we over aan het brainen zijn, toch? Om het maar zo te zeggen. Emiel gooit Peters kijkt goed. Ook mee. Gooi het zeker in. Maar ik denk dat alles op Facebook gooien voor mij niet de juiste drive heeft voor op dit moment. Maar er zijn dus groepen, wat ik je net al wilde zeggen. Café Obscura Pro is een pro-groep. Daar kan je lid worden als een pro-fotograaf. Dus als je nog niet hebt, kan je naar Café Obscura Pro gaan. Ik kan hem er heel even bij pakken. Ja, plus nog één ding over Facebook, wat ik meestal heel vervelend vind. Wij als beeldmakers, wij hebben meestal heel veel zorgen voor ons beeld. Alleen Netflix heeft helaas niet, of Netflix, Facebook heeft helaas niet zoveel zorgen voor ons beeld. Oftewel, je kan een hele mooie foto plaatsen, maar die wordt gewoon helemaal naar de Dreamram gerenderd. Ja, kijk, we hebben hier drie groepen staan die aan Café Obscura gekoppeld zijn. Ik zal even alle groepen weergeven. We hebben drie groepen. We hebben gewoon de Café Obscura groep. Dat is gewoon een standaard groep voor iedereen. We hebben de Maak Kennis met Beeldmakers groep. Dat is de groep waar je kennis kan laten maken met jou. Dus hoe je kan voorstellen wie je bent, wat je doet. En heel we hebben kort. De pro-groep. Gert-Jan, fijne avond. Ik zie dat hij Gert-Jan, fijne avond. Ja, ik zie hem even verschijnen. Oh, nou, helemaal goed man. Fijne avond, tof dat je erbij was. Dankjewel. Dus ja, hier, dit zijn groepen waar je naartoe kan gaan. De pro is een besloten groep, omdat dat gewoon, ja, daar worden dingen besproken die door de pro's zijn. Dus daar moet je echt aan kunnen tonen dat je een pro bent. En de andere twee zijn openbaar. Dus probeer het eens, schrijf je in daar vanavond, dan zal ik je toevoegen daarvoor. Dus dan weet je een beetje dat die er ook zijn. Nou, tof dat je erbij was in ieder geval. Ashley zegt, nou maar even hier dan van plaats op Facebook. Maar jullie zijn niet goed, of ik kan jullie daar niet goed zien. Dus nogmaals, hallo. Ik zeg even hey. Leuk man, dat je erbij bent. Dus nou, we hebben nu eventjes over de community gehad. Dat soort dingen. Jullie weten dus dat hij op de site zit. Wat had jij net gestuurd? Ik zag nog wat voorbij komen. In de chat. Ja, maar we hebben het er een beetje over gehad. Ja, ja. De workshops op de site. Hoe zouden jullie dat willen volgen, zeg maar? We hebben daar, laat maar zeggen... ik ben al lid, kijk, ja dat weet ik van de groep. Hoe zou je dat willen volgen? We kunnen daar, we zijn dus met meerdere dingen bezig. We zijn bezig met een losse verkoop, zoals die er nu staat eigenlijk. We zijn bezig met een per maand prijs, een per half jaar prijs en een jaar prijs. Dat wil zeggen dat je in een jaar minder betaalt dan per maand. Dus dat je een korting krijgt als je hem één keer afneemt. Wat zou voor jullie een normale maandprijs zijn, een half jaar prijs of een jaar prijs? Ja, je krijgt inderdaad een beetje een Netflix model, oftewel je kan betalen gewoon één prijs, dan kan je alle workshops staan. Alle workshops kijken, alle content volgen die daarop staat qua trainingen, zeg maar. En ook met het idee dat er straks 1, 2, 3 workshops per maand bij gaan komen. Ook in verschillende vlakken van het vak, om het zo maar te zeggen. Dus dat het iets breder trekken dan alleen fotografie, maar dat ook design eventueel erbij. Meer software, meer verschillende soorten fotografie, dus niet alleen standaard portret studio werk, maar ook inderdaad gewoon met het veldwerk. Yep. Abonnement heeft de voorkeur. Abonnement heeft de voorkeur. Oké. En wat zou dan een abonnementsvorm zijn die je behoeft? Per maand, per half jaar, per jaar? En wat zou dan een beetje de normaalste prijs zijn daarvoor, zeg maar. Wat zou je er voor over hebben, om zo maar te zeggen? Ja. Ik snap hem helemaal, Ashley. Ik heb dat gevoel ook meer, maar dat heb ik al duidelijk uitgesproken net, volgens mij. Ja. En dan feliciteer je ook met je nieuwe baan bij From, gok ik. Je is tegenwoordig een wegdesigner. Oké, nice. Hangt af van de zoveel content. Wat mag kosten? Die kan vooral op offline of ook online? Of alleen vooral online of ook offline? Want dat is ook niet helemaal duidelijk. In principe beide.
Dus ik wil, laat maar zeggen, dat je zoveel mogelijk kennis maakt met mensen persoonlijk, zeg maar. Dus dat we gewoon op den duur offline workshops hebben die je kan volgen. Maar wat ik zelf heel relaxed vind van online workshops, als je een offline workshop hebt gevolgd en je bent er een dag geweest en je hebt even geen tijd om dat te blijven volgen, dan vervliegt die kennis een beetje, zeg maar, na die dag, of je kan het niet blijven doen. En ik dacht, als je dan een vervolg hebt die online verder gaat, kan je daar op je eigen tempo weer dezelfde content terugzien, als een soort met handout of dingetje. En eigenlijk op je eigen tempo het weer eigen maken. Dus eigenlijk vind ik beide belangrijk, zowel offline als online, zeg maar. Dus, maar in principe zijn we nu veel meer bezig met online. Maar offline zit er steeds meer ook aan te komen. Zoals je eigenlijk ook van de week hebt gezien, er komt weer een nieuwe aan, een Amerikaanse fotograaf. Dat is ook erg leuk. Dus ja, dat is een beetje het idee erachter. En Ashley, even op jouw ding inhakend. Je hebt een maand. En wat zou je bijvoorbeeld vinden van dat je wat korting krijgt als je gelijk voor een jaar afsluit? Laat die er gelijk even ingooien. Oh, en Mark Lukens, over jouw vraag van hoeveel content hangt af. Wat mag kosten? Ga rekening houden dat ongeveer 24 tot 36 nieuwe workshops per jaar opkomen. Ja. Er staan er nu 10 à 12 op. Ja. Die nu op de website staan, zeg maar. Waarvan er twee heel lang en groot zijn, van Brad. En er meerdere die eraan zijn gaan komen, zeg maar. Maar het is de bedoeling om per maand een nieuwe workshop, zowel een do-workshop, dus een praktische workshop, als een software-workshop te plaatsen. Dus je krijgt eigenlijk per maand twee workshops die erbij komen. Dus op jaarbasis zijn dat er 24. Ja, zoiets. En misschien hier daar nog een extraatje tussen. Hier en daar nog een extraatje, dat zou zeker kunnen. Maar elke maand twee workshops voor een vast bedrag, zeg maar. Even kijken hoor, per maand. Fleurn vraagt ongeveer een tientje per maand. Ja, I know. En dan misschien gelijk ook het vraag, wat voor betaalsysteem zouden jullie handig vinden? Ideal, automatisch incasso of via creditcard? Ja, dat vind ik heel boeiend in principe. Maar we hebben nu gewoon standaard PayPal, Ideal en that's it. En dat is gewoon direct afrekening. Je krijgt een linkje, je doet het gewoon met je normale betalingsdingen die je normaal ook doet voor de bank. Dus dat is gewoon ook allemaal met HTTPS, dus ook secure. En PayPal is via je eigen ding, je logt in en het werkt ook. En dat zijn de twee die eigenlijk het beste werken. En ik zou die andere eigenlijk niet eens willen. Die wat zijn nou net ook weer? Incasso of? Incasso of dat soort dingen. Nee, gewoon die twee hou ik denk aan. En mocht je nog andere hebben, dat je denkt, ook die wil ik erbij, kan je het altijd doorgeven. Maar dit zijn voor mij de meest veilige. En het gaat allemaal via Molly. En Molly is een bedrijf wat al jaren met betalingssystemen werkt in Nederland. En ja, heel betrouwbaar is, zeg maar. Dus ik zou er niet zo snel veranderen daarin. Even kijken, dus door een dingetje van Sam, die zegt per maand. En even een idee, misschien ook wel leuk om twee fotografen die sparren tegenover elkaar. Eén model, één lamp, één thema, et cetera. Mm-hmm. Ik zeg, die gaan we opschrijven. Ja, challenges zijn zeker ook, hoe heet dat, het idee wat eraan moet gaan komen, zeg maar. Even kijken, waar stond die dan? Bij Facebook, of niet? Die zit op Facebook, ja. Oké, okay, die staat er bij mij niet bij. Zie je, dat is dan weer het gekke van Facebook, zeg maar. Vindt een Schiphorst, maar niet alles is misschien aan hem of haar besteed. Klopt, maar zoals ja. Mies het ook al een beetje uitlegt. Normaal gesproken, nu kost een workshop tussen de, tussen de 20 en de 80 euro. Ja. Snel doorgerekend, je voor ongeveer hetzelfde bedrag per jaar, misschien iets meer. Ja, om daarbij hetzelfde. Om daarbij hetzelfde. Betaaltoegang. Tot alles. Maar drie workshops, zeg maar. Ja. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Maar de vraag voor wat je zei, hè, niet alles is misschien aan hem of haar besteed. Dat is waar we graag naar iedereen gaan luisteren die op de platform gaan komen. Van wat wil je zien en waar moeten we kennis maken en met welke kennismaker. Om zo eigenlijk op maat gemaakte kennis te krijgen die jullie graag willen kijken en die wij leuk vinden om te gaan maken, zeg maar. Dus het is zo dat het wel meer op elkaar afgestemd moet worden. Dus dat niet dat wij zomaar alles gaan maken. En jullie moeten het maar leuk vinden. Maar het moet denk ik wel een beetje een goede samenhang zijn met elkaar. Dus daarom ook een beetje het sparren vandaag. Ja, jullie feedback wordt hier heel erg in gewaardeerd. Ik wil challenges doen, zegt Lieke. Goed, komt helemaal goed. Ik hou je in gedachten voor de challenges. We hebben al wel een soort met challenge idee hangen. We hebben ook nog een bord daar waar we op hebben gebrainstormd vandaag.
En dat is een challenge idee dat we één keer per maand doen en dat we dan met de bus op pad gaan, op een buitenlocatie iets tof doen en problemen oplossen. Of een challenge op doen, laten we zeggen. Dus dat, dat zit daar aan te komen. Ja. Dus dat zijn wel leuke dingen. Dus ik hou je zeker in gedachten. Nou, hier worden er al een paar warm van de challenges, dus dat is leuk. Ja. Nee, superleuk. Hey, even kijken hoor. Ik was ook benieuwd wie er van jullie al lid was van de website. Dus al lid was en een profiel had opgemaakt van zichzelf op caféobscura.nl. Dus een ja voor ik zit er al op en een nee, ik zit er nog niet op. En graag bij de nee, waarom niet? Pro Amateur Challenge. Ja, een Pro Amateur Challenge. Op wat voor manier zou je dat zien? Een pro-fotograaf tegen een amateur? Of, of een amateur een pro-foto, een pro-challenge laten doen? Ja, dan kan niet meer ontkennen. Ja, lid. Leuk. Klinkt misschien heel stom wat ik nu ga zeggen, maar ik zit even op twee schermen tegelijk kijken. Het valt op hoeveel kleurverschil alleen al zit tussen YouTube-rendering en Facebook-rendering. Ja, dat is bijzonder, hè? Ik ben trots lid. Kijk, leuk, leuk, leuk. Nee, nog geen tijd in verband met de revalidatie en de gezondheid. Geef niet, Wiljan. Gewoon op je gemakkie. Het is helemaal gratis, hè, lid worden. Je kan gewoon een profiel aanmaken. Er zit niks aan vast. Je kan gewoon met elkaar koppelen, mensen spreken die op de site staan. Het enige wat je, als je op een gegeven moment wat gaat kosten, zijn als je een workshop wil kopen. Laat maar zeggen, die kan je in je profiel koppelen. Dus, Mark, Lucas lid, maar geen heel actief als ik eerlijk mag zijn. W. Meuter, nee, nooit van gekomen. Ik zeg, nou, nu is het moment om gratis lid te worden. Om gewoon in te schrijven. Ja. Wist niet dat er een website was, zei Gerrit. Nou, Gerrit, Dennekom. Ook bij deze. Bij deze weet je het. Je kan hier gewoon gratis aanmelden. Gaat gewoon via de website. Hartstikke leuk. Kom erbij gezellig bij de beeldmakers en maak kennis met de rest. Wist niet dat je aanmeldt. Nou, Boudewijn, bij deze ook voor jou hetzelfde. Ja, leuk. Je kan gewoon naar de website toe gaan en dan staat er aanmelden. En dan kan je gewoon je profiel maken. Schrijf gewoon lekker je hele naam uit, je voor- en je achternaam. Dan weten we wie met wie ook te maken hebben. Dat is leuk. En je kan ook vrienden met elkaar worden, als je elkaar kent, joh, voeg lekker toe. Koppelen en liken, dus stuur maar een vriendsverzoek als je bent aangemeld. Superleuk. Lieke Anna staat er volgens mij ook nog niet tussen. Dus Lieke, aanmelden met die hap. Altijd doen. Nee, leuk. Die hebben we dan gedaan. Nou ja, wat je ook kan doen, dat staat hier zo in mijn vragenlijst. Vind je het leuk om een nieuwsbrief te lezen? Nou ja, dat kan je dus ook doen op je site. Je kan je aanmelden op de nieuwsbrief. En dan houden je op de hoogte als er leuke dingen uitkomen. Workshops zijn, live shows zijn. Als we ergens naartoe gaan, er is een meetup. Alles gaat eigenlijk via die nieuwsbrief ook, zeg maar. Ook wel via de sociale platformen, maar de nieuwsbrief, dan bundelen we het vaak als een dingetje. En meestal gaat hij er één keer of twee keer per maand uit. Dus nog niet eens zo heel veel. Nee, je wordt niet helemaal doodgespamd. Nee, we zijn geen spammers. Nee. Wat zou je nog graag meer willen zien en op welk platform? Dat was een vraag die we erbij hadden. Nou hebben we daar allemaal multiple choice dingen die je aan kan doen, maar wat zijn de platformen waar je ons op zou willen zien en waar je ons meer op zou willen zien? Is dat bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest? Dat soort dingetjes. Of moeten we meer aan denken aan, moeten we printuitgaves gaan maken, acties gaan uitvoeren? Inspiratie uit gaan delen, beeldrecepten maken, reviews geven, noem het maar op. Wat zijn een beetje de ideeën daarvan? Als ik het nu zo lees, verbeterpuntje, meer reclame voor de website. Ja, ik weet het. Maar dat is wat ik net een beetje terug wou komen op de vraag van Sander. Ik ben niet zo commercieel ingesteld, dus het is voor mij ook lastig om daar heel veel reclame voor te maken. Er komt ook niet genoeg binnen om reclame te maken, volle bak, zeg maar. Dus ja. Dat moet ook nog wel eens kunnen. Marketingbudget is niet zo hoog als ik het zou willen. Maar ja, dat heb je wel eens. Welk marketingbudget? Welk marketingbudget? Ja, Lieke, gelijk doen. Gelijk doen. Kan ik vanavond nog vriendjes worden? Even kijken, QF, Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. Maar wat voor content zouden jullie waar willen zien? Misschien heeft het even verduidelijking. Mm-hmm. Ja, misschien een foto of website review iets.
zegt Vincent. En dat wij dan gaan dus een... Ja, dus dat je een foto-review doet of een website-review. Net zoals Vrouw ook wel eens volgens mij doet Vrouw Knows Foto dat ook, ja. Ja. Maar dat zouden we kunnen doen. Wil je dan dat wij dat doen of wil je dat we een beeldmaker uitnodigen die daarnaar kijkt, zeg maar? De website spreekt voor zich. Er zijn vast wel mensen die je willen hebben met marketing voor een kleine moeite. Willen helpen, denk ik. Dat je wilt, denk ook. Ja. Hebben ze helpen. Ja, oh, daar staat erbij, ja. Ja, nee, maar dat is... We staan ook open als platform daarin. Hè. Ik bedoel, ik werk ook veel samen met Ferry. En dat doen we ook gewoon op die manier. We helpen elkaar. En we kunnen elkaar helpen om content te maken, om dingen te maken. We maken workshops, noem het allemaal op. En zo zijn er meer. David was vandaag hier, een oud stagiair. Ik ben nu met Niels Camp Creative zijn ook leuke dingen aan het doen. Dus we helpen elkaar ook zeker wel daarin. Dus het gaat ook wel de goede kant op. Dus dat zeker. Maar mocht iemand zijn die hulp kan geven of mee kan helpen met marketing, je bent altijd welkom. Ja. Beide denk ik, beeldmaker en jullie. Ja. Voor de review en de dingetjes. Leuk. Ik denk dat we daar ook wel van kunnen breien. Misschien een leuk plusje voor de zomer. Ja, hè, dat is wel een leuk dingetje bij. Dat denk ik nou ook, QF. Er zijn vast wel mensen die kunnen scoren voor jullie. Facebook foto's, korte verhalen. Insta foto's, YouTube live en video. Twitter aankondigingen met foto's. Ja. Ja, dat doen we zeker nu. Alleen het mag wat meer frequent, zeg maar. We hebben wel een... Even kijken hoor, dat ik die hier zo bij sprak. Ik pak hem er even bij. Lag die hierboven. Soms kunnen jullie mij gewoon blijven horen nu, hè? Dat is ook wel leuk. Hè? Ja, dus het geluid blijft gewoon zelf als je rondloopt. Ja, kijk, want dit was alle brainstorm spullen van vanmiddag. We hebben allemaal post-its gedaan en dat soort dingen. Dus dat is wel leuk. En ik heb hier iets. Ik weet niet of je het zo een beetje kan zien. Ik moet even naar OBS. Ik ga even hier over. Oh, in OBS, ja. Dit is voor de toptelevisie, jongens. Ja, de grijze onderin eventjes pakken. Ja, oké. Okay, ja, ik zie het in beeld. Kijk, ja. Je kan closer als je wil. Kun je mensen moeten kunnen lezen of niet? Nee, het gaat een beetje mee omdat we... Kijk, we hebben doelstellingen en moods voor de site. En we hebben allemaal dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En wat we willen doen is op bepaalde dagen content gaan maken voor jullie. Die we gaan uitbrengen en waar je mee naar kan kijken. Dat wil zeggen op maandag kennis maken. Op dinsdag kennis vergaren. Op woensdag inspiratie. Op donderdag activatie. Vrijdag natuurlijk de vragen en de focus. Zaterdag nieuws en zondag bijvoorbeeld Lazy Sunday. Gewoon leuke dingetjes die je op zondag kan doen. En dat zijn we aan het uitschrijven. Dus daar kunnen we gewoon content gaan creëren op weekbasis. Ja. Dus het zit er zeker aan te komen om meer content te gaan creëren, zeg maar. En misschien ook het plan wat gisteravond geboren is. Ik ben een boek tegengekomen over inspiratie met fotografie. Met heel veel opdrachten erin. En we hebben ook een beetje de brain om misschien dat straks samen met jullie te gaan uitvoeren. We moeten even kijken hoe dat gaat zitten met... kijk, misschien dat in samenwerking met de schrijver ook kunnen doen van het boek. Ja. En dat er gewoon wekelijks een soort met van opdrachten komen. Iedereen individueel kan gaan uitvoeren. Dan wij maken alle twee onze versie ervan. En willen jullie eigenlijk ook mee gaan nemen in dat proces om ook jullie dingen ervan te maken. Dus hoe zouden jullie dat vinden even als concept voor een extra... Ja. We maken een voorfilmpje van wat dan op dat moment het item is die week. En dan gaan we eraan werken. En dan ga je die met ons meedoen. En dan gaan we daarna het maken en dan laten we het zien. En jullie kunnen dat dan ook laten zien, zeg maar. Ja, of de dag dat wij de pagina's openen, dat we dan maandag foto's op Instagram posten. Van nou, dit zijn de opdrachten voor deze week. Ja. Ja, dat laatste, Willem-Jan, daar... Daar zitten ook wel wat ideetjes in, zeg maar, voor een aantal van deze partijen. Dus daar gaan we dit jaar zeker aan werken om daar een beetje mee te gaan praten en doen. Joey Elderman op YouTube, ook veel live uitzendingen. Is ook leuk. Oké, leuk. Dus even kijken. Bedankt voor de tip, Vincent. Bij deze zou je graag helpen. Moet toch nog een e-mail sturen over het dansen. Nou, cool. Laat het eens horen, QF. Heel erg leuk idee, goed plan. Zeker doen. Hey Marco, gezellig ook erbij. Leuk idee, maakt het ook wat meer interactief. Ja. Nou, cool.
Ja, wanneer zou je dat we daarmee gaan beginnen? Want we zitten, we zitten nu te denken om misschien januari te gaan beginnen om daar een jaarproject van te maken. Maar we kunnen eventueel ook misschien richting september. Kunt u jij daar? Ja, september. Zal ik nog open te brein hoor? Dus dit ja, we is, zijn even open aan het brein. Als we aan zoiets zouden beginnen, ja, wat is dat dan? Is dat dan goed om te doen aan het begin van het jaar? Dus januari beginnen en hoppatee beginnen? Of nu al beginnen in september of oktober, zeg maar? Ja, SD heeft een soort van insta take over door een fotograaf. Gewoon een week lang. Leuk, dat doet Shutter doet dat ook. Van profoto en zo ook. Ja, het is wel een ding wat er al vaker gebeurt. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel, lijkt me wel leuk. En elke keer een beeldmaker die we aan jullie voorstellen. Maak kennis met, ik zeg maar wat, Ashley, Richard de Borg, weet ik voor wie. En die kan zijn dingen laten zien, zeg maar. Ja. Cool. Insta, place to be. Gas erop. Hoe sneller, hoe beter. Soort warming up voor het komende jaar. Ja, nou ja, dat kan. Dan gaan we eens even met de schrijver om de tafel of dat goed is als we het op die manier uit. Dat wordt je vakantie inkorten, ben ik bang. Ik denk niet dat ik dat bij mijn familie kan verkopen op dit moment, maar dat gaat wel goed komen. Ashley meteen? Ja, meteen, sorry, dat gaat niet lukken. Nee, dan wordt het echt september, oktober. Dus dat is goed. Gaan we daar aan werken. Leuk. Ik ga morgen een mailtje eruit sturen. Dat ga ik jullie beloven. Morgen ga ik de schrijver een mailtje sturen van of wat kunnen doen. En als dan Mies terug is van vakantie en de schrijver is het ermee eens, dan kunnen we wat leuks van maken, dan gaan we het absoluut doen. Nou, cool. Ik heb weer een vraag uit de survey. Heb je wel eens een workshop gevolgd bij Café Obscura? Ja is een ja en zo nee, waarom niet? En misschien ja, welke heb je gevolgd en wat vond je ervan? Oké, dat vind ik ook een goeie. Meteen beginnen. Leuk. Daar gaan we absoluut ons best voor doen. Ja. Ik vind het gezellig, jongens, dat jullie er zijn. Gewoon weer back in the saddle van vrijdagavond, hè? Ja, dat is gemist, man. Ja. Altijd leuk, vrijdag. Oké. QF zegt, ik volg ze liever live met een fotograaf erbij. Ja. En dan gelijk uit de vraag, wat zou je bijvoorbeeld vinden als je bijvoorbeeld een combinatie krijgt, dat je bijvoorbeeld zegt van, je kan de workshop live doen en daarna kan je dezelfde informatie ook nog online terugkijken. Dat je even als een combinatiedeal zou kunnen doen. Ja, een soort digitale handout van de workshop die je weer terug kan kijken. Zeg maar. Of dat je een soort voorbereiding krijgt via de online workshop en dan in de praktijkworkshop meer gewoon de praktijkdingen in je vragen kan stellen en dingen kan gaan doen. Mm-hmm. Een combi. Een combi, ja. Mm-hmm. Nog niet, zegt Vincent. Geen gevolg, zegt Mark. Nee, in verband met gezondheid ook nog niet. Ik zie het liever live, zegt Wilm-Jan. Ik zie alweer een hoop leuke ideeën voorbij komen, zegt Marco de Leen. Ja, zeker weten. Gezellig. Het is gezellig in de chat. Ik nog niet. Ik heb de rust nog niet gehad om ervoor te gaan zitten. Nou, dat komt goed. Als we het dan toch over hebben, ik hoor de vraag die daarin zegt van, wat is jullie voorkeur? Een face-to-face workshop, dus er naartoe en de mensen daaromheen, of beide. Even QF, welke ding bedoel je? Het eerst online kijken en dan de praktijk, of eerst de praktijk en dan online het ding krijgen? Of wel, maakt voor jou niet uit van welke van de twee? Ja. Ik denk dat hij bedoelt eerst volgen bij de persoon zelf, want je kan het allemaal niet onthouden, en daarna terugkijken, zeg maar. Na terugkijken. Dat gevoel heb ik dat. En dan wil je dan de workshop terugkijken die op dat moment gegeven is? Dat je bijvoorbeeld zeg maar het Creative Life idee krijgt, om het zo maar te zeggen. Of zeg van, het mag ook gewoon een eerder opgenomen ding zijn. Oh ja, dus dat je of de workshop van dezelfde dag die je ook volgt terug kan kijken. Of dat het de workshop wordt die je daarna. Eerst online, dan workshop terugkijken. Dus in principe dat je eigenlijk de basistheorieën eerst uitlegt inderdaad gewoon. Online kan kijken en dat je dan vervolgens zelf een keertje met de trainer erbij in praktijk kan uitvoeren. Begrijp je dat dan goed, face-to-face? Mm-hmm. Eerst persoon, ja. Oh, eerst persoon. Face-to-face dus, ja.
en daarna terugkijken. Of nee, kijk hoor. Eerst online, dan video terug kunnen kijken. Nee, ik denk QF bedoelt eerst offline en dan video. Oh, eerst offline en dan de video. Ja, ja, dat dacht ik al wat je dan bedoelde, ja. En Marco, de handout, zeg maar, is, zou dan een... dat is normaal dat het een stuk papier wat je meekreeg, maar dat zal dan eigenlijk vervangen worden door een digitaal naslagwerk. Dus dat je hoofdstukken aan kan klikken en per hoofdstuk eigenlijk zeg maar terug kan kijken wat je die dag hebt geleerd. Papier zou natuurlijk ook kunnen, maar voor het milieu is het beter om het digitaal te doen. Nee, ik weet het ook niet, maar dat zou, het zou beide vormen ook kunnen natuurlijk, om het zo te zeggen. Het gaat mij om het feit dat het inhoudelijk gelijk is aan de live training. De vorm is om het even. Ja, dat snap ik. Ja, maar dat zal dan sowieso gaan. Het zou dan door dezelfde lesgever zijn, het zal om dezelfde materie gaan. Misschien zou je er wat dieper op in kunnen gaan, omdat je op een live tegen een camera eigenlijk meer kan vertellen. En als je live bent, krijg je meerdere mensen meerdere vragen. En zou je misschien dus wat kunnen vergeten. Dus, ja, en ik weet ook zelf vanuit live workshops geven, het kan ook wel zijn waar de meeste vraag in de groep is, dat je toch wat afwijkt van het originele plan, om zo maar te zeggen. Dat je wel de hoofdlijn zelf daar maar toch wat meer uitwijkt. Ja, cool. Marco, jij hebt volgens mij workshops gevolgd online via de PI-aanbieding. Dat je ze allemaal terug kon kijken, zeg maar. Wat vond jij ervan, de digitale workshops? Dus nou, ik snap het wel. Eerst persoon, dan de digitaal. Nou, dat is ook wel een beetje het doel geweest van de site, zeg maar. Dus dat is wel leuk om te horen. Dus dat is iets wat heel erg leuk is om te zien, ja. Ja, er zit wel iets meer planwerk in, maar het klinkt wel aannemelijk. Ik zou het zelf ook zo leuk vinden, ja. Als je dit standaard aanbiedt bij je live workshop, komen die mensen ook weer op je website. Ja, een win-win. Nou ja, kijk, het gaat min of meer zozeer dat het voor jou ook een win-win is, dat je hetgene wat je geleerd hebt die dag ook echt je eigen kan maken, snap je? En als jij alleen een face-to-face workshop volgt en je vergeet daarna de helft en je kan niet die kennis toepassen, heb jij geen win-situatie, zeg maar, misschien voor een deel. En ik denk dat het juist goed moet zijn als je iets hebt toegekend gekregen kennis, dat je dat ook kan toe gaan passen. En dat is, ik denk, door het nakijken, nalezen en nahoren, kan je het nog meer oefenen en doen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat zeker een toegevoegde waarde kan zijn, ja. Nou, cool om te horen. Leuke antwoorden. Even kijken hoor. Wat had ik nog meer staan? Deze heb ik al gevraagd. Die heb ik al gevraagd. Deze vind ik wel leuk om te vragen. Als Café Obscura een echt café krijgt, zou je er dan een drankje komen drinken en gezellig rondhangen met andere beeldmakers? Dus een echt fysiek gezellig café. Ferry, kom je ook een drankje doen? Absoluut. Kom maar wonen. Kom maar wonen. Nou, gezellig. Ja, ik snap wat je bedoelt, QF. Met de community gaat dan ook leven en zo. Dat is een win, dat is de win-win. Ja. Hey, cool. Ik denk dat we daar zeker, we gaan dit zeker meenemen in de toekomstplannen, zeg maar, voor de workshops. Om te kijken of we dat misschien dan toch kunnen gaan combineren om face-to-face met extended live of terugkijkable content. Ja. Marco zegt, ik heb er tot nu toe één kunnen volgen, maar was voor mij te basisachtig. Stond ook al wel in de titel. Mag ik dan vragen welke je gekeken hebt? Ja, welke heb je gekeken, Marco? Ja, ja hoor, alleen maar meerwaarde. Face-to-face gaat altijd voor. Ben ik er zeker? Dan ben ik er zeker. Kijk. Beetje uit de richting, zegt Vincent. Ja, ik weet het even nakomen, Vincent. Dat is waar, dat is waar. Ja, waar zou het café moeten staan dan? Voor iedereen. Als je zegt een beetje globaal café. Wat zou een beetje een punt zijn dat je denkt, nou, als die daar staat, dan heb je de meeste kans van mensen die gezellig naar je toe komen. Vraag van een meuter. Zeker, als ik in de buurt ben. On tour. Café on tour door het hele land. Ah, dat is een idee wat zeker met Raoul. Oké, ik snap welke workshop doet. Dat is een vraag die zeker vaak is geweest, zeg maar. Ook bij mezelf. Toen ik eigenlijk Café Obscura live begon, was het oorspronkelijke plan om 12 cafés in Nederland af te gaan.
En om daar een live uitzending te doen of een live lezing. En daar publiek naartoe te laten komen en gezellig met elkaar babbelen over fotografie. En dan het live bij te kunnen wonen. Omdat het nog best wel geregeld was, toen hebben we gedacht van nou, we beginnen gewoon lekker hier in de studio. En we kijken het wel. En 62 afleveringen later zitten we hier nog steeds. Hey, we hebben er wel eentje gedaan in... In Amsterdam. Bij Ron Tetro. Maar het idee was, laat maar zeggen, om... stoeltjes erin te gaan. Ja, dat vind ik ook. Nou, de stoeltjes zitten erg lekker. De stoeltjes zitten erin en zitten lekker, hè? We hebben genoeg kilometers erop gemaakt. Ja. Utrecht lekker centraal. Maar ja, dat is wel een beetje het idee, zeg maar, om gewoon... misschien wel gewoon cafés af te gaan door heel Nederland en het gewoon on tour te doen. Dus dat we elke keer, elke maand één uitzending on tour doen in een café bij jou om de hoek. Zouden jullie dat leuk vinden? Weet je een leuk café, stuur het naar Michel. Ja. Corien kijkt ook mee, gezellig. René kijkt mee, de groot. Via Facebook zie ik. Oh, jij kijkt ook bij wie er meekijkt. Ja, dat zie ik hier staan, ja. Met de mooie bus rond. Ja, dat vind ik een goed idee. Dus we moeten gewoon cafés langs, zeg maar. Dat is wel... Leuk. Jij had nog wat gestuurd net, volgens mij, of zeker niet? Ik had jou net nog een vraag even erin gegooid. Ja, even kijken. Is een soort van clubavondachtig iets doen, een soort van samenkomen op een vaste avond? Nou, why not? Als je Zuid-Limburg of in Delfzijl is inderdaad een stukje... Ja. Ferry had ook nog een vraag. Stel jij hem. Voor degene die dat de vlogs en de locatieproductie om zo met gezien wat vind je van de productiekwaliteit? Zegt u van die moet omhoog of het is goed zo? Of, Is het ook belangrijk, een productiekwaliteit? Is de kennis belangrijker of is de productiekwaliteit belangrijker? Dus moeten de video's er gelikt uitzien? Of is de kennis belangrijker die je krijgt? Dat is een beetje waar we naar zoeken. Wel een leuk idee. Valt en staat dan wel met de techniek? Het lijkt me een hoop geregeld, maar wel leuk, zegt Vincent over de cafés af. Ja, dat is ook waar we initieel hier zijn begonnen in de studio, om het wat rustiger te houden, iets minder geregeld. Alhoewel er nog best wel wat bij komt kijken, maar... Ja, en uiteraard uitdaging van de internetverbinding, dat is natuurlijk ook altijd een... Ja, maar dat kunnen we van tevoren testen. Hè. Dan kunnen we kijken, we gaan een café zoeken die een beetje lekker goed internet hebben. En dan, dus mocht je de cafés hebben of aanraders, zet ze in de chat of stuur ze naar mijn mail. Volkshotel in Amsterdam. info@caféobscura.nl. Een vlog moet juist een beetje los zijn en kennis delen is het belangrijkste. Oké. Misschien is het ook nog eens leuk om uit te nodigen en een paar goede persfotografen. Michael Koren bijvoorbeeld. Altijd leuk. Is beide belangrijk. Als de productie slecht is, kijkt het ook niet echt fijn. Ja. Ja, dan Marco, bedoel dan wat de producties bedoelen bij vooral... Gaat om de kennis, zegt Wilm-Jan. Ja. We kunnen iets super geliks maken met heel veel mooie b-roll shots en sfeershots. Ja. Of is meer gewoon wat belangrijk dat... Wat heel duur wordt. Wat het duur wordt, of zeg van zorg gewoon dat één kamer goed opstaat en dat alles maar goed te zien is. En van de rest als dan de kennis maar goed is. Ja, en het geluid uiteraard. Niet natuurlijk helemaal super 8 video kwaliteit en schokkend moet zijn, maar gewoon strak beeld. En dat of weer echt compleet, ja, net als zij, sfeervol en... Ashley zegt, het is wel, het trekt wel meer kijkers als je wat gelikter is, zeg maar. Vincent zegt, ik ben ook wel visueel ingesteld, dus beeld mag er best wel gelikt uitzien. Wat vlot en niet zo basisachtig. Of basis achter een tafeltje met een lampje ernaast. En met een standaard achtergrond. Ja, snap je wel. Een beetje verspringing in beeld en dat soort dingetjes, ja. Ja. Ik weet niet of jullie de workshop van Artists die EDU kennen of weet je wat? Van F-stoppers, die maken echt super gelikte producten, echt super mooie b-roll shots, drones die overvliegen en dat soort dingen. Ja. Dat is een beetje wat ik bedoel. Budget hebben wij nog niet, om het maar zo te zeggen. Dat wordt te groot, maar dat is wel gelikt. Hè. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Creative Life, dat ziet er ook gewoon strak uit, maar dat is gewoon in de studio, camera erop. Meestal 2-3 kamers hebben ze volgens mij waar ze tussen switchen. Ja. En dan doen ze ook de workshop mee. Dus een beetje dat ze of ze maar gewoon 1-2 camera's met switchen, dat je gewoon goed ziet wat er gebeurt. Ja. Wat er gewoon goed mooi uitziet. Of wil je inderdaad nog de drone shots, wie is de mol stijl, half actievideo bijna zitten kijken, om het zo maar te zeggen. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja, Fleur doet het ook heel leuk, zegt Vincent.
Yep. Fleur, nou, daar zal ze eens naar kijken, kijk wat ze doen. Nou, dat is inderdaad, die hebben ook gewoon één camera, gewoon mooi uitgelicht, mooi beeld. Maar het is niet heel spectaculair. Af en toe met, wat switchen en zo, ja, leuke achtergronden. Ja. 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 Nee, dat komt helemaal goed, joh. Leuk. Vaak mensen sneller wegklikken. Ja. Nou, we moeten daar een goede mix in zien te vinden, denk ik. Hier mag je bijna met drones, nergens met branddrones vliegen. Ik heb wel een drone. Kom op een eigen risico. Kom op eigen risico, ja. Creative Life is inderdaad een goed voorbeeld, ja. Ja. Ja, je woont wat verder weg, Vincent, om elke keer in te vliegen voor de drone. Nou, laat de drone vliegen, gewoon op GPS. Ja, ga je de drone laten vliegen hier naartoe en dan de beelden maken. Ja. Ja, leuk. Nou, dat zijn wel leuke dingetjes, denk ik, die daar, hoe heet dat, die daar omheen staan, zeg maar. Even kijken, Creative Life hadden we. Had jij nog een vraag die je had gestuurd, had ik nog wat over het hoofd gezien net voor daar? Je had wat dingen gestuurd, maar... Nee, dat was de enige die ik even naar jou doorgestuurd had, nog, die we nog niet gesproken hebben. Ja. Even kijken hoor, wil je ook al wat over de show ideeën alvast polsen? Die hebben we net al gedaan. Dat hebben we net al gedaan. Nou, dat is wel goed. Boekreview? Boekreview, kan je er altijd in gooien, ja. Ja, want dat was ook een idee voor een show waar we in fotoboeken gaan reviewen. Dus gewoon boeken die wij bijvoorbeeld aanraden voor mooie fotoboeken, zoals bijvoorbeeld het boek van Before the Pass, we weten gewoon laten zien van nou, dit is boeken die wij aanraden bijvoorbeeld als inspiratie of gewoon mooie gelikte fotoboeken. Ja. Moet het dan alleen fotoboeken zijn of zou je ook zeggen van zelfleerboeken of boeken die gaan over beschrijvingen van of weet je, dat soort dingetjes? Dat soort dingen, lesboeken. Of is het echt alleen maar fotoboeken die je wil zien? Dat zijn wel leuke dingen. Dus hoe zouden jullie dat vinden als we dat eventueel ook zouden maken? Dat zou bijvoorbeeld gewoon een stukje gratis content dat gewoon willen proberen, zeg maar, dat zeg maar 3-4 stukken zijn die je gewoon uit 4 verschillende social media kanalen gewoon gratis kunt kijken en ook les van kunt gebruiken of dingen uit kan leren. Ja. Let us know. Of hier eventjes selecteren, kopiëren. Dan zijn jullie opmerkingen daar allemaal weg, is ook niet leuk. QF zijn we mee bezig. Maar het moet niet hoopdoel zijn, het moet ook gewoon zorgen dat het voor jullie leuk is als stuk content. Sorry, wat had je daar dan? Nou, QF zegt van zoek gelijk een uitgever bij. Oh, ja, daar zijn we mee bezig ook, ja. Ja, ja, altijd goed, een mooi boek, maar zoek... Zoek er nooit zijn. Maar ik zoek er nooit naar, oké. Okay. Tenzij ik toevallig tegenkom. Of wordt aangesmeerd. Dus kom maar op. Nou, dat gaan we doen. Het reviewen dan, het aansmeren moet je zelf maar doen als je het leuk vindt. Maar dat laten we in ieder geval zien hoe het in elkaar zit. Streetwalks organiseren is ook leuk. Om kennis te delen en een hobby te doen. We hebben altijd een fotowalk gedaan. Of ik heb een fotowalk hier gedaan in Delft. Zou je dat nog een keer leuk vinden om te doen? Een fotorace, zeg maar, die je door Delft kan houden. En aan de hand van thema's of dat soort dingen. Maar fotowalks zijn ook leuk. Ja. Ook een beetje meet-up stijl, kennis maken en doen. Dat kan natuurlijk misschien ook weer gekoppeld worden aan een dagje naar zo'n café toe. Als je zegt, we hebben een foto meet-up, we eindigen in het café, doen een live show daar. We doen een café takeovers. Ja, café takeovers of zo. Ja. Ja. Ja, leuk. Nou, de boeken zijn dus ook, zijn ook leuk om te doen. Hebben jullie nog content dat je zegt van nou, dit vind ik toch zo leuk om te horen of te zien van jullie. Hier zou ik wel wat mee willen doen. Of moeten wij wat voor jullie mee doen? Misschien gaan we een ander idee, wat ook nog een beetje zo'n idee van misschien zo'n een comedyprogramma te maken voor fotografen. Dus we hebben van Jiske Vet Sketches, maar dan gericht op fotografen. Zouden jullie dat leuk vinden? Fun. Gewoon echt wel. Geen onderbroeken lol, maar gewoon humoristische dingen voor fotografen. Gewoon niet te serieus, maar gewoon om onszelf af en toe een beetje op de hak te nemen. En verschillende soorten fotografen. Ja, dat om de vraag van QF gelijk te achteren. Waarom geen dag waarop fotografen, MUA's en stylisten en dergelijke kennis kunnen maken? Nou ja, dat is het hele doel ook van Café Obscura. Als wij dat naar dat café zouden komen s'avonds, is het ook het doel dat die groep ook daarheen komt. Dus niet alleen maar fotografen komen daarheen, maar ook
de visagisten, de stylisten, de UMA's, noem het allemaal op waar je het over had. Weet je? Dat zijn gewoon belangrijke dingen om samen te zetten. Maar het kan ook zijn dat daar, als zij weten dat wij komen en dat er veel beeldmakers zijn, dat er misschien wel opdrachtgevers ook op afkomen. Die zeggen van, hey, ik vind het leuk om naar het café te komen, want ik weet dat er veel fotografen zitten. Ik ga dus met een paar babbelen, want ik heb een nieuwe shoot nodig. Of bladibla, weet je. Het is bloopers. Netwerken. Ja, bloopers zijn altijd wel leuk. Ja. En ik weet niet of jullie ook de vlogs gekeken hebben van Engeland, want daar zitten best wel wat bloopers en humor. Gewoon fun dingen in, zeg maar. Het is meer gewoon de fun van het maken van. En dus ik weet niet hoe jullie dat vinden als een soort content. Ja, wie van jullie heeft de content gezien van Engeland? Wat vonden jullie ervan? En ook even over de QF-ding van bij elkaar komen. Denk ik ook met de platform en ook bezig met denken, omdat ik gewoon meer verschillende soorten workshop ook wat breder te kunnen getrekken. Dat je ook wat meer verschillende mensen, vakken trekt. Dus je ook nog meer de community kan groeien daarom. Mm-hmm. Ja, leuk. Het gaat goed, jongens. De audio gaat goed. Het livestream zit er gewoon nog in, joh. Nee. Yep, was wel grappig. Audio gaat leuk. Dat was wel grappig, kijk. Nice. Ja, de reet af en toe een beetje stilvalt nadat wij een vraag gesteld hebben. Er zit een, of mijn vertraging, bijna 2 minuten tussen het moment dat wij het die zeggen en het bij jullie bij YouTube binnenkomt en bij ons vervolgens het antwoord weer terugkomt. En volgens mij is het bij jou iets sneller dan bij mij. 2 minuten zelfs? 2 minuten, nou, 1 minuut is wel lang. Nou, zeggen ze wel lang. Het voelt in ieder geval als 2 minuten, maar ik weet wat het in de af en toe houdt het ook een beetje stil omdat jullie dan eventjes kunnen antwoorden op de vragen. Dus inderdaad. Dus vandaar. Nog niet naartoe gekomen, gaan ze zeker bekijken. Leuk, zeker doen. En zouden jullie het leuk vinden als we nog meer van dat soort dingen doen? Dus dat we bijvoorbeeld een keertje een roadtrip zouden maken met Aad Sommeling in Duitsland, bij wijze van. Dat is een idee wat op de plank ligt. Of iets naar Frankrijk met bijvoorbeeld Laura Marijn of zo. Italië met een leuke foodfotograaf. Italië met een foodfotograaf. En die fotografeert soms ook handen. Dat is ook wel leuk. Ja, ik moest even nadenken, zag je hem? Hij heeft er wat brainstormen erop vandaag zitten. Het is ja. Gezien, er waren wat aan de lange kant. De vlogs aan de lange kant. Dat vind ik leuk om te horen. In principe zijn vlogs normaal tussen de 8 en de 10 minuten, zo'n beetje. Als je naar de vloggers kijkt. En deze waren ook ongeveer rond die tijd. Dus ik vind het wel leuk om te horen. Aad en Laura, zeg maar wanneer ze online staan. Hij moet eerst nog weg, leuk. Dus... Leuk. Ja, we moeten eerst nog regelen hoe we dat gaan allemaal gaan doen, laat maar zeggen. Maar er zijn ideetjes met die twee, zeker weten. Maar tijd en geld en wanneer we kunnen gaan, dat komt allemaal goed. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze. Leuk, 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 jongens. Leuke antwoorden allemaal. Mocht iemand nog kennis hebben met een leuke investeerder... Ja, een leuke investeerder. Laat ja. Wel eens contact opnemen, want we hebben echt hele leuke plannen, maar dan... Ja, nou ja, sowieso binnen het netwerk staan we open om samenwerkingen aan te gaan. Dus mocht je willen samenwerken of heb je een samenwerking, iemand die met ons samen zou kunnen werken, denk je, hey, die zijn wel tof. Verbind ze met ons via Facebook, social media, infocafeobscura.nl, de e-mail, de website. Wat wou ik nog meer zeggen? Ben je een kennisdeler, dus ben je iemand die les kan geven, je kan via de site lessen gaan geven als je dat zou willen. Dus je kan een beetje bijverdienen met je lessen die je via de site doet. Neem ook contact op met mij of via de website. Daar kunnen we altijd zo op de tafel zitten of dat leuk is om te kunnen doen. Als je echt een kennisdeler bent. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk, weet je. Het is echt superleuk om het netwerk te laten groeien met elkaar, zeg maar. Een roadtrip met Geert. Je wilde toch humor doen in combinatie met kennisdelen? Rondje Nuremberg ging, nou, denk ik. Is goed. Met Geert Langenaam bedoel je dan, hè? Stop daar Richard bij en je hebt een feestprogramma. Met een bergkennis, ja, dat klopt. Richard heb ik ook wel eens mee geroadtrip, maar daar hebben we geen camera bij gehad en geen bus. Nou, wel een camera trouwens, maar die vlog is er nooit uitgekomen. Ik heb in Fotokina, september vorig jaar, heb ik een week lang een camera erbij gehad, maar ik heb nog steeds niet geëdit. Dus misschien krijg je die nog eens een keer te goed van mij. Misschien wel leuk. Ja, leuk. Nou ja, de roadtrips zijn altijd wel gezellig, maar het is een hoop regelen en een hoop sponsors zien te regelen. Want je kan het niet allemaal zelf bekostigen, zeg maar. Nee, ik vind het super leuk, man. Hebben jullie nog vragen aan ons?
Dat is ook nu de kans om ze te stellen. Hè? Wil je wat weten over Obscura? Wil je wat weten over mij of over Ferry? Of dat soort dingen, of meer plannen die we hebben, gooi het er nog even in. En anders gaan we rustig aan lekker een beetje afsluiten. Dan ga ik even spieken of we meer dingen op de planning hebben. Spieken, die we nou, kijk nog even spieken of we nog wat niet hebben gepraat. Ik vond het in ieder geval weer even leuk om met jullie allemaal aan de camera te zitten. Op de een of andere manier mis je het dan toch weer. Elke vrijdag tegen de camera babbelen en tegen jullie, zeg maar. Dus, maar ik ga binnenkort lekker eventjes van de zon genieten. Een paar leuke boeken erbij gekocht om lekker even te lezen, lekker te chillen. Dus dan gaan we echt even rust nemen van het live gebeuren. En dan gaan we lekker in september weer beginnen. Er zijn weer een paar nieuwe gasten op de plank, dus dat is wel leuk. En vanavond zijn er weer wat leuke gasten voorbij gekomen om te laten komen. En waar het me vooral om gaat, is dat we echt een leuk format gaan neerzetten wat gewoon lekker wegkijkt voor iedereen, weet je. Voor ons misschien wat minder tijd kost om te maken, dat is ook wel relaxed. En voor jullie minder tijd om terug te kijken. En gewoon wat meer strakker ingedeeld. Even kijken, Curve Images schijnen op dansachtige dingen doen, Ferry, waar ook video's van komen. Nou, sowieso, we gaan, tenminste, ik ga komende maand, als ik een beetje het normale werk rustig wordt, richten op het monteren van de workshop die we in Engeland opgenomen hebben. Toen hebben we een dansfotografie op locatie gedaan, waar ook nu de vlogvideo onlangs van uitgekomen is. En van de roadtrip, dat gaat eraan komen. Ja. Ik begrijp dat we ook onder andere met ballroom dancing wat gaan doen. Als dat, ja, er komt nog een eindmovie aan van de roadtrip. Die zijn we aan het bekijken en dan gaan we maandag de voiceovers voor opnemen. En 10 september gaan we een barbecue meetup doen in Amsterdam. Bij de Rolling Rock Kitchen. Waar Ferry, ik en Niels dan zijn die de trip hebben gemaakt. En waar je de video kan komen bekijken. En uiteraard lekker met ons een barbecue kan komen eten. Een stukje vlees, drankje doen. En gezellig even met elkaar kennis maken. Alle beeldmakers zijn welkom. We kunnen 120 man kwijt in die toko. Iedereen betaalt lekker zijn eigen etentje daar. Zo, laat maar zeggen, zijn barbecue dingetje. We maken een leuke prijs daarvoor. Of Ron doet dat. En we kunnen een drankje doen. Het is een superleuke toko. Kijk er maar eens naar. Rolling Rock Kitchen. Yep. En als het goed is gaan we 10 september daar de barbecue meetup houden. En ja, dan kunnen we elkaar eens een keer face-to-face zien. Dus kom zeker langs. Het is gezellig om elkaar te ontmoeten. En hoe heet dat? Dan kunnen we ook de eindmovie laten zien van, yep, van de trip. En gewoon even lekker babbelen, weet je. Leuk om elkaar eens ook even te leren kennen, zeg maar. Vincent, echt succes verder. En we blijven het uiteraard volgen. Goede vakantie vast. Thanks. Leuk. De dansdingetjes komen er dus aan. Ja, wanneer is weer de eerste vrijdagavond live? De eerste vrijdag van september. Ik weet niet precies welke dat valt. Ik zal eens heel even kijken of jullie, maar uit mijn hoofd was dat volgens mij 2 september. 1 september. Nou, gewoon de eerste van september. Hey. 1 september dit jaar gaan we weer gewoon lekker vers van start. En als het goed is met een nieuw concept, iets nieuwe indeling. En daar zijn we gewoon aan het werken. Hebben jullie tussendoor nog ideeën? Zet ze gewoon hier onder deze video bijvoorbeeld. Of maak een profiel aan op de site en word lid van de groep vrijdagavond live. Kunnen we het daarin gooien, weet je, dat soort dingen. Dat komt wel goed. Word lid van de pro-groep op Facebook. De café-groep op Facebook en dan maak kennis met Facebook. Dus, en schrijf je in op de nieuwsbrief, dan houden je op de hoogte, weet je, dat soort dingetjes als er wat komt. Het gaat allemaal via de website caféobscura.nl. Ja, dan gaan we nog één vraag ook over het gedeelte, bijvoorbeeld live workshop. Wat voor dag zouden we het fijn vinden? Om een live workshop, real life workshop, face-to-face workshop te bezoeken. Oh, oké. Okay. Je bedoelt als je een workshop geeft, wanneer zou je dan komen om hem te volgen? Ja. Oké. Okay. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Sowieso wordt de dinsdagavond natuurlijk voor de demoavond, hè? Dus dat je een kleine demo krijgt. Dat wordt niet een hele uitgebreide workshop, maar gewoon twee uurtjes dingen laten zien en vragen stellen, zeg maar. En wat zouden we even ook vinden van bijvoorbeeld een soort avondworkshops die misschien dan bijvoorbeeld wel live uitzenden? Dus creëren live afgedeeld bijvoorbeeld s'avonds zeggen van nou, je kan live meekomen doen waarbij het eerste gedeelte een theorie gedeelte zal zijn waar waarschijnlijk het meeste live uitgezonden zal worden. En die eventueel achteraf te bekijken is op de website. En je kan die ook gewoon tegen misschien een klein meer bedrag live meekomen doen. Ja. Geert schakelt in, zie ik net. Op Facebook. Goedenavond, Geert. Maandag of woensdag. Dan overdag of 's avonds. Om het te volgen, zeg maar. Okay. Om te, ja, dus om hem fysiek te volgen. Mm-hmm.
Ja, en dan hebben we zo'n ook toch maar bij met 2 uur op zitten. Ja, 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 dat gaat alweer hard. Laat me zeggen, ja, als ik het zo zie. 10 voor 10. Nou, we gaan ook lekker rustig een beetje afsluiten, een beetje naartoe werken. En dan, komt het zeker goed. Dan gooi ik nu even een vraag in, dan zitten we weer tot... Ja, dan zitten we weer verder. Nee, nee, maar ik denk dat het wel mooi is om zo lekker af te zetten. Ja, het ligt aan de lengtes, bij korte in de avond en bij lange overdag. Niet in het weekend, workshops in het weekend. En vinden jullie het ergens dat het in het Engels zou zijn of in het Nederlands? Want we zijn ook soms met buitenlandse mensen aan het overleggen om een workshop te geven, zeg maar. Maar ik vond het gezellig, vond het leuk. Even lekker gebabbeld en hoop gebraind vandaag. We hebben er nu een aardig brain sessietje op zitten. Vandaag alleen al hier met z'n drieën met David samen de hele tafel volgeplakt. En nu nog even 2 uurtjes erachteraan gezellig met jullie dus. Ja, voor mij hebben we er van 1 tot 6 gezeten ongeveer. Ja. Stickertjes plakken en op de whiteboard schrijven. Ja, ja. Weekend of donderdag. Weekenden kan altijd, Engels geen probleem. Top. Nou, nice. Nou, dan rest ons denk ik om jullie gewoon lekker... Een fijne avond. Te bedanken denk ik, ja, laat maar zeggen. En nou ja, wat ik net al zei, mocht je nog ideeën hebben en dingen, stuur ze gewoon gerust op. Of zet ze hier onder de video. Ga naar de website. Dan gaan we daar aan werken. Ik heb hier nu in ieder geval heel veel lekker feedback om voor jullie leuke dingen te gaan maken voor de vrijdagavondvragen. We hebben lekker over de site gehad. Jullie weten in ieder geval dat de site daar ook nu is. Dat is ook wel leuk voor sommigen onder jullie die er nog niet wisten. Maak gewoon gratis je profiel aan op www.cafeobscura.nl. En... Ja, volg ons lekker. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte van allemaal leuke dingetjes. En er komt zeker nog een hoop aan. Ik wil nog 1 dingetje erin gooien, als je het goed vindt. Nog 1 dingetje. Nou, vooruit. Afsluiten. September. Over het hele boekidee. Stel, we zouden donderdag 7 september erbij beginnen met de eerste uitzending, de eerste opdracht. Hoe zou je dat vinden? De eerste opdracht uit het boek. Ah, dat we dan eerst, of nou eigenlijk moeten de weken voordat we hem 31 augustus de eerste opdracht gaan delen. Bekendmaken. Kentmaken. En 7, wat we ervan hebben gemaakt. De eerste resultaten. Ja. Dat is een boek vol met opdrachten. En wij gaan jullie meenemen in dat boek. En jullie gaan de opdracht samen met ons maken. En betekent dat je 2-3 foto-opdrachten per week krijgt om uit te voeren. En uiteraard heb je zelf de tijd. En ja. Je kan het tegelijkertijd met ons maken. En even in de groep deelt ook elkaar kunnen gaan beoordelen. Ja. En misschien is tegen die tijd wel zover dat we misschien het boek ook nog wel voor een leuke prijs aan kunnen bieden aan jullie. Dat je met ons mee kan doen of zo. Weet je, zoiets moeten we even kijken. Daar gaan we even de eigenaar voor. En mocht je op je eigen tempo willen doen, mag natuurlijk altijd. Maar misschien is het wel leuk om de community ook gewoon met betrekking iedereen gewoon lekker het gewoon als uitdaging gaan pakken. Ik maak er een groep van. Is goed. Komt helemaal goed. Jongens, een fijn weekend. En voor de rest die niet meer ziet, fijne vakantie. 1 september zijn we weer hier aan tafel terug. En misschien tussendoor nog wel een keertje live op een ander moment. Of met de telefoon of dat soort dingen. En je zal van geheid nog wat voorbij zien komen. En, maar voor vanavond weer even super bedankt. En mocht je er terugkijken, dit is de herhaling. Gooi gewoon een antwoord op de vraag ook hieronder in de chat. Geef het een duimpje omhoog. Abonneer eventjes op ons kanaal natuurlijk, op het YouTube kanaal. Want dan krijg je melding als we live gaan. En we zien je later. Fijne avond. Hoi hoi.